In gesprek met Patricia, Patricia van Liemt, een bekende naam uit Radioland. Nou, lief dat je dat zegt. Ja, toch? Ja. Je draait al flink wat jaartjes mee. Nou, ik zat er net eens over na te denken op de reis hier naartoe. Toen dacht ik, oh, wat voor vragen zal Patrick gaan stellen? En waar moeten we beginnen? Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk best wel lang geleden. Ja. ja, want jij bent van 1978. Ga je dat nou als eerste nu zeggen? Ja, nee. <laughs> Ja, maar zo zie je er ook niet uit. Dus er kwam een compliment nou, achteraan meteen. Ja. Jij bent niet zo'n uh, typische radiovrouw die na haar 35ste denkt, nou weet je wat, zal mijn tijd wel duren. Jij, uh, jij zorgt er altijd voor dat je er tiptop uitziet. Dus ik zag dat ook net op je Instagram. Je zei, ik, ik word zo meteen gefilmd. Dus even zorgen dat ik er goed, goed uitzie. Kom er meteen op iets interessants. Want dat schijnt bij radio tegenwoordig heel belangrijk te zijn hoe je eruit ziet. Zie je dat ook zo en hoe vind jij dat? Nee, dat zie ik niet zo. Ik denk eerder dat het voor mij mijn nadeel werkt dan in mijn voordeel. Echt? Ja. Hoe dan? Nou, omdat mensen nog steeds wel denken van... Uh, wat doet ze bij de radio? Weet je wel? Uh, te knap? Nou, te knap zeker niet. Maar wel... Ja. Uh, dat, dat was vroeger zo, natuurlijk. Van mm -hmm. uh, radiohoofd. Toen dacht ik al, radiohoofd? Wat heeft dat nou mee te maken? Ja, dat je niet op beeld bent. Maar tegenwoordig ben je wel op beeld overigens, mm -hmm. op radio. Um, maar... Nee, ik heb heel lang heb ik zitten zoeken naar een vorm waarin ik ik kon zijn. Dus eh, make-up, een Louis Vuitton tas, een kind. Wat kon ik, weet je, wat paste waar? Mm -hmm. en, uh, en ik denk dat ik nu op een punt kom dat het me eigenlijk niks meer kan schelen. Dus dit is me. En uh, dat is met make-up, dat is zonder make-up, dat is. Uh, met, met, met okselhaar, zonder okselhaar. Ja, het ligt een beetje aan de dag uh, waar ik leef. Oké, okay, want ik vraag dit. Ik besprak dat ook met Mark Labrand. In New York worden discjockeys soms de deur gewezen... Ja. omdat hun gebit niet in orde is. Dan zeggen ze, ga jij eerst maar eens iets aan je tanden doen... en dan kom je daarna maar weer eens terug. Ja, ik denk alleen maar, wat een gemiste kans. Want als je gebit niet in orde is, dan zit daar een verhaal achter. Ik denk, hoe meer een, een, een discjockey er misschien niet clean uitziet... Mm -hmm hoe meer diegene aan ja, te vertellen heeft. Ja. Dus dat is misschien ook wel wat mensen dan inderdaad bij mij misschien dachten. Te gelikt? Ja. Zoveel van, ja, maar wel, dat is toch gewoon een meisje... Daar kan niet veel in zitten, zo dat sfeertje. Nee, misschien, maar dat is ook mijn onzekerheid. Mm -hmm. En daar ben ik nu inmiddels wel overheen. Maar daar heb ik wel lang mee gestruggeld. Ja. Want laten we even eerlijk zijn. Jij hebt een boek op je naam staan, The Lab Baby. Je ja. schrijft al heel lang columns... Um, nu voor kek mama, spreek het goed uit zo. En, maar je deed eerst ook columns natuurlijk op de radio bij Barry, maar ja. uh, je schreef ook nog voor. Moet je me even helpen. De hele tijd terug, we hebben het over tien, twaalf jaar geleden. Ja. Schreef jij ook nog voor een ander online platform? Hè? Ja, dat zal wel. Dat weet ik nou eigenlijk niet eens nee. meer. Nee. Nou, weet je wel nog wat je eerste schrijfklus was? Nee. Weet jij het wel? Ja, dat heb ik vast ergens genoteerd. Oh. Mijn eerste schrijfkloes. Nou, mijn aller, aller, allereerste schrijfervaring... was toen ik negen jaar oud was. Eh, toen werd Gerrit Jan Heijn werd ontvoerd. En ik weet nog dat ik als klein meisje... vroeg, mag ik langer opblijven voor het 8 uur journaal? Dan had ik een schriftje en dan ging ik echt helemaal meeschrijven. En ook van, hoe zou het zijn als ik dat dan zou mogen verslaan? Als ik daar dan eh, de verslaggever eh, zou zijn. Eh, dus daar is hij wel een soort van journalistieke interesse... is daar toen geboren. En ook in het schrijven. Maar... Ik ben eigenlijk, ja, ik kan wel schrijven, maar ik kan eigenlijk ook niet schrijven. Als je gaat kijken met mij naar mijn D's en mijn days, ja, dan, dan schaam ik me er af en toe best wel voor. En dat komt denk ik ook omdat ik best wel een stuk van de middelbare school heb overgeslagen. Ik heb echt zo'n gat tussen mijn zestiende en mijn uh, en twintigste heb ik niet op school gezeten. Wat deed je toen? Ja, Als ik uh, aan het werk. Ja, ja als? Was, uh, achter de bar, als kok. Ik heb nog uh, porno ingepakt. Ik heb echt van alles gedaan toen. Ik was echt een rebel without a cause. En later ben ik teruggegaan naar de HAVO op mijn 21ste. Maar ik merk dat daar toch een soort van gat zit. Dat ik dat, ik dat heb gemist, mm -hmm. zeker in mijn Nederlands. En met schrijven, nu denk ik ook nog steeds: oh, ik moet echt gewoon nog meer lezen en, en beter leren gewoon. De Nederlandse taal te beheersen. Wacht eens even, je hebt toch filosofie gestudeerd? Ja, klopt. Daarna, maar toen was ik 21, 22. Oké, okay, na de HAVO. Nou, ik ben van school gestuurd toen ik dus 15 was. Uh, Door een daar... kaffietje of iets? Of... Ja, ik was gewoon, ik, ik kreeg een vriendje en mijn ouders die waren het er niet mee eens. En toen daar zei ik, ja, met pap, mam, als ik nou gewoon zorg dat ik hele goede cijfers haal, dan uh, mag ik dan één dag per week bij hem slapen. Op ouders. je 15e. Op mijn 15e. Ik ja, kan het vragen. Ja, toch? Nee, ja, kan je krijgen. Ja. Maar ik weet wel, als, ik, als iemand op een gegeven moment seksueel actief is, dan kan je het niet meer terugdraaien. Dan kan je het als ouders zijn, maar beter um, ja, bijhouden. Begeleiden. En de vriendin van mij, die was precies in hetzelfde vaarwater toen. En haar ouders waren dus wel zo van: oké, okay, die snapten het. Dus vandaar dat ik het ook mijn ouders durf te vragen. Um, maar toen ben ik dus. Uh, overal mijn kont echt de krip gaan gooien. Van, dat ga ik dus echt niet doen. Als jullie niet met mij mee willen werken, dan ga ik ook niet meer met jullie meewerken. Oké, okay, lekker recalcitrant. Heel recalcitrant. Maar uiteindelijk heeft het wel opgeleverd wie ik nu ben. En heb ik later pas gekozen voor een studie. Ik wilde toen. Uh, hoe heet het? Is nou in Haarlem? Dat is ook mediastudie. Maar toen heb ik uiteindelijk toch de knoop doorgehakt. Om te zeggen: nee, ik ga filosofie doen. Want okay. Ik had toen al hè, radio. En mijn, mijn, mijn hart klopte ervoor. Ik was alleen maar bezig met radio. Maar ik dacht. Ja, ik, moest echt, ik stond echt in een tweestrijd. Dacht ik dacht, ja, radio komt wel. Ik kan altijd nog gewoon solliciteren als, weet ik veel wat, posthaler of zo. Laat ik maar gewoon een studie doen waar echt mijn hart naar uitgaat. En dat was toen dus uh, wijsbegeerte. Het is niet zo normaal dat een meisje op die leeftijd zich met radio bezig had. Althans toen, nu misschien wat meer. Hoe werd je daarmee aangestoken dan? Nou, dat was wel al met die mix op vrijdagavond. Uh, ben Liberant zo dat je dat bandje omdraaien, weet ja? je wel. Dat dat. Van enkel. Ja, zeker, zeker. Ja, niet niet te weten dat ik later ook nog eens naast de goede man zou ja. komen te zitten. Zonder. Ja, maar in, in, ik bedoel, als ik echt een radiofreak, nee, maar geïnteresseerd, ja, zeker ja. wel. Oké. Okay. Um... Je laat het woord seks vallen. Dat maak ik meteen de link met je podcast Let's Talk About Sex. Ja. Die ik overigens niet op Apple kon terugvinden. Is die inmiddels nee. opgegaan in een andere? Of is die eraf gekikt? Uh, nee, ik of... heb hem eigenlijk nooit op Apple gezet. Alleen Spotify. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan is dat de reden. Ja. Waarom is seks zo interessant voor jou? Ja, hou je van seks? Is het door die ervaring op je vijftiende dat er een soort schaamte op zat? Dat je dacht, nou, dan ga ik er later des te meer over praten? Of wat is dat? Ik vind mezelf en misschien vond, moet ik zeggen, best wel een beetje preuts. dus En hè, mensen die hoog van de toren blazen over bepaalde onderwerpen... Die, die zijn vaak juist een beetje zo van, oh, weet ik er wel genoeg van? Dus zo moet je het ook gewoon een beetje zien. Ik heb oprechte interesse daarin. En ik wilde mezelf ook wel wat meer vrijheid daarin gunnen. Hmm. Uh, dus was ik op zoek gegaan, ben ik op zoek gegaan naar verschillende verhalen. En ja, dat is gewoon interessant. Wij kunnen denken, ik kan ook een documentaire aanzetten over seks. Je hebt Sex Explained op Netflix. Ik vond wel wat gek. Ja, je hebt of... nooit gekeken. Waarom speciaal deze vorm? Of had je gewoon zin om iets Omdat met podcast te doen? ik echt doen? zelf wilde uh, bepalen wat ik zelf deed. Kijk, ik had natuurlijk mijn radio. Radio viel op een gegeven moment weg en toen dacht ik podcast. Ja, maar dit is een snoepwinkel. Ik mag helemaal zelf bepalen ja. wat ik ga doen. Hoe met duur? wie ik het ga doen, ja. hoe lang. Nou, ik had wel bedacht, moet ongeveer zo'n TED-achtige, TED-talk-achtige lengte zijn. Dus niet langer dan 20, 25 mm -hmm. minuten. Um, ja, uh, en toen kwam, ik, oh ja, toen kwam ik een artikel tegen van iemand... Die was sekswerker uh, voor mensen met een handicap. Hmm. Nou, dat vond ik zo fascinerend. En dacht ik, ja, hoe kan ik dat nou ergens inbouwen? Maar die komt pas een half jaar later. Dus ben ik maar gewoon van start gegaan. Dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest waarom ik die podcast ben begonnen. Oké, okay, hij is dus nog te vinden. Ja, zeker. Waarom niet op Apple dan? Dat bereik Ja, dat moet ik even doen. Ja, moet je even doen. Want dan ja. heb je toch weer een stukje. En voor je het weet, highlight Apple je weer. En heb je er weer een hoop luisteraars bij. Laat ik je even een vraag stellen die ik regelmatig voor me kiezen krijg. Hmm. Waarom hoor ik jou niet meer op de radio? Dat zul jij nu ook wel vaker horen. En wat, wat geef jij dan voor een antwoord? Ja, vind ik altijd wel lastig. Uh, want ik wil heel graag weer uh, radio maken. Uh, maar radio is ook best wel een beetje momentum. Dus het is altijd weer op de uh, right time, right moment, juiste mensen weer even aan, uh, aan, aanspreken. Yeah, it didn't happen. I don't ja. know. En dat zeg je dan ook niet van, joh, ik heb wat ik wel zeg, ik heb er schoon genoeg van. Nee, nee want ik heb er geen schoon genoeg okay, van. Oké, dus dat is, jij bent van een andere categorie. Ja. Want ik had jou bijvoorbeeld wel verwacht bij uh, nieuwe Veronica. Jij kent Rob natuurlijk ook ja, een beetje. Ja, ja, ja. Maar ik heb niet gesolliciteerd bij Rob. Waarom niet? Uh, ja, dat vroeg ik me vandaag eigenlijk ook af. En misschien moet ik dat ook nog wel doen. Ja. ja, want hij, je weet, hij is gecharmeerd van vrouwen op de radio. Hij wil vrouwen ook echt, een, niet dat dan nou, daar gaan we het straks ook over hebben. Maar Enfin, ja. ik eh, bedoel, hij heeft, dat meisje van Kink heeft hij hem een plek gegeven. Hij heeft natuurlijk Carolien als sidekick, dus dat zou ik zeker doen. Zeker nu. Ja, Toch? eigenlijk had ik dat ook moeten doen. Ik zat ook, hoezo heb ik dat niet gedaan? En het is niet dat ik zit te wachten tot hij mij belt hoor. Totaal niet zelfs. Um, misschien vind ik het ook wel een beetje eng. Misschien ben ik ook wel een beetje bang voor een afwijzing. En dan hebben we het over solo rol of sidekick rol. Wat zou je het liefst willen? Ik zou het liefst een duo-presentatie aangaan. Waarom? Want ja. Je kan het solo ook. Ja, maar ik vind dat ook stiekem nog wel een beetje eng. Ja, ik ook. Ik ken het. Jij? Als je, nou, als je het dan een tijd niet meer gedaan hebt, dat, misschien is dat bij mij de reden. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar mm -hmm. ik, ik heb toen ook in die column over 100% NL geschreven. Van, Geef Patricia toch een eigen programma. Ik vind jou eigenlijk te veel in je mars hebben om alleen, om alleen maar sidekick te spelen. Uh, uh, ja, dat is misschien ook wel mijn struikelblok geweest. Uh, alhoewel ik altijd mezelf wel vond dat ik heel goed mezelf, zeg maar, als mm -hmm. sidekick kon presenteren. Uh, nou ja, ik, ik zou het liefst een, een rol aannemen zoals Marieke nu heeft. Ja. ja. Oké, okay, dus co-host dan, ja. wel, wel gelijkwaardig. Ja, kijk, ik wil ook productie doen en oh. dan ergens organisch ingroeien. Maar als ik kijk naar wat ik echt zou willen, als je diep in mijn hart kijkt, mm -hmm. ja, zou dat wel uh, uh, iets zijn wat ik echt zou willen. Okay. Dus je zou ook bijvoorbeeld voor Marieke kunnen invallen. Stel, die krijgt dadelijk een. Uh, Baby? Nou ja, of een terugslag. nou, oh, alles nou wat... nee, laten we gaan voor een beetje. Ja, ik vind nee, dat is positiever, maar een terugslag wat er met Peter R. de Vries gebeurt, dat kan natuurlijk zomaar. Ja. Dan uh, zou, zou, jij die, zou jij die rol uh, op je kunnen nemen, denk ik. Ja. Zou je dat kunnen? Dan heb je, daar heb ja. je genoeg ervaring voor. En, 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 en wat is dan een manier om. Dat is misschien ook interessant voor mensen die er zitten te kijken, die nog nooit bij de Landelijke Radio gewerkt hebben. Wanneer doe je nou te veel en wanneer doe je dan nou te weinig om jezelf in de kijker te zien? Dat is echt een vraag die ik niet kan beantwoorden. Dat no. is echt een beetje de magie wat ik zeg. Het is echt wel een momentum. Ik denk wel dat je zo dicht mogelijk bij jezelf moet blijven. En zeker als het gaat om uh, mensen als Matty die ik natuurlijk ook ken. Ja, van je cuteheid. Die prikken, die prikken daar gewoon volledig doorheen en je kan pas ook echt een goed radioprogramma maken als je allebei echt je ware kleuren kan laten zien, dus hmm. dat je echt jezelf kan zijn met uiteraard de professionele skills die je meebrengt, met uh, timing en dat soort zaken. Ja. Dus ja. Het is lastig, hè? Ik bedoel, vaak helpt het als iemand anders een goed woordje voor je doet. Ja. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik je nu heb uitgenodigd voor deze reeks. Want ik weet dat, dat er toch veel mensen in Radioland dit kijken en luisteren. Okay. En het lijkt soms ook alsof ze even op een idee gebracht moeten worden. Ik hoor zo vaak van mensen achteraf, als ze in deze reeks hebben gezeten... Ja, toen belde me ineens die en die zei... Ja, maar ik wist dat helemaal niet dat jij dat ook wilde. Of dat jij ook inspreekwerk deed, of dat jij columns schreef, of weet ik wat... We denken dat iedereen natuurlijk op de hoogte is ja, van Ja, nee, dat is ook maar... zo. Nee, je have to go out there. Dat is gewoon zo. Dus ik heb toevallig wel uh, Coco een uh, mail gestuurd. Oké, okay, 538. Ja, maar ik heb voor mij echt geen idee wat mijn track record is. En, uh, en wat doe je daar dan in? Doe je een linkje met een demo? Uh, nee. Heb je een reel van jezelf, een nee, showreel? ik heb ook geen reel. En trouwens, ik zeg net track record, maar dat vind ik ook wel een beetje van het nou ja, oog nee, blazen. maar je hebt toch zelf radio gemaakt. Maar ik IQ. heb dan een grote envelop gemaakt, gepakt ja. naar Coco. En ik heb dan met kleurtjes gedaan. En dan, zo ben ik ook ooit mijn radiocarrière gestart. Met heel veel toeters en bellen eromheen, om maar op te vallen. Omdat ja. er zijn honderdduizend leuke meisjes in Nederland die dat kunnen maken. Dat ja. kunnen maken. En ik heb zelfs gouden stickers van sterretjes op de envelop geplakt. Uh, en toen kreeg ik een mailtje terug van haar... Uh, Assistent? Uh, nee, wel van haar. Okay. En toen stuurde ze van... Uh, ja, het ligt bij uh, Lisbeth en Jeroen. Uh, ik kom er uh, zo snel mogelijk op terug. Dus, uh, Hoe lang is dat geleden? Ending? Een paar weken. Oké, okay, nou dat zou cool zijn. is dus recent. recent. Ja. Um, wat ook nog wel eens wil werken... is ja. jezelf aansluiten bij of een manager. Je hebt DJ-managers in Nederland. Florent Luijks doet management. Uh, even denken, Steven Brest doet het. En er zijn er nog een paar. Tessel. Tessel, uh, de dochter van Paal van der Lucht. En uh, of bij een radiocoach. Die wil ook natuurlijk nog wel eens een keer ergens een balletje voor je ja. gooien. Heb je daar ja. anders aan gedacht? Ja, ik heb met Tessel wel gezeten. Oké. Okay. En Tessel heeft mij ook echt wel. Uh, geplucht. Maar ja, tot de dag vandaag ook niet te veel uitgekomen. Nee. Dus. Nu weet ik dat ik niet zo'n heel goed imago heb in Radioland. Dat komt natuurlijk mede door mijn columns. Hè. Ja, en door mijn twee burn-outs, waar ik inderdaad de laatste weken voor mijn laatste burn-out echt niet te genieten was. Dus dan krijg je inderdaad mensen die zeggen: ach, joh, die schreeuwt jou alleen maar de studio uit. Het is niemand die dan vraagt: ja, maar hoe kwam dat eigenlijk? Maar goed. Mm. Hoe schat je jezelf in, in, die, in die ranking? Heb jij, heb jij vijanden gemaakt door de jaren heen? Mm, nou, nee. Nee, hè? Nee, nee. Je hebt niemand, niemand snel aan nee. de deur ergens weggegaan of zo. Want dat nee, ja, dat... bij, bij, bij Ivan heb ik het toen ik uh, verhuisde naar Zwitserland, je toen heb ik Ivan wel verteld van uh, ja, en, uh, je hebt me, ja dat, ik, dat ik teleurgesteld was in hem. Ja. Maar ik was eigenlijk gewoon teleurgesteld in mezelf. Mm -hmm. uh, want hij heeft ooit gezegd van uh, ja, uh, ik kom bij Q werken, maar we gaan je nooit op een Billboard zetten. Zo ben ik aangenomen daar. Toen dacht ik, oh, maar ik was al lang blij dat ik überhaupt hè, bij Jeroen ja. van Inkel mocht zitten. Maar dat heeft mij toen, hoe oud was ik? 29, zoiets? Ja, dat heeft toen zo'n zaadje geplant van onzekerheid. Wat later natuurlijk veranderde. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. ik heb daar waanzinnig leuke tijd gehad bij Q en met Jeroen. Hoeveel jaar heb je daar gezeten? Uh, vier jaar, denk okay. ik. Ja. Uh, Eerst in de ochtend? Nee, nee, altijd in de middag. Middag. Okay. Altijd in de middag. En uh, toen, toen ik wegging, dus toen verhuisde ik naar Zwitserland. En toen dacht ik wel, ja, ik wil toch nog eens keer even mijn hart luchten. Dus toen heb ik dat tegen hem gezegd. Ik zei, ja, dat, ik zeg, dat heeft me echt gekwetst. Nou, toen ben ik vijf jaar naar Zwitserland gegaan. Heel veel soul searching gedaan. En toen kwam ik uiteindelijk achter, ja, maar die hele iemand, Die had het gewoon goed met me voor eigenlijk. Want later, toen ik bij Q-Music zat, heeft hij ook tegen mij gezegd: ga het nou zo alleen proberen. En toen heb ik ook gezegd. Mm, ik zit eigenlijk wel goed met Jeroen. Het hoeft niet. Dus ik heb ook het aanbod afgeslagen. Okay. Dus ik moet niet nu zeggen: van, hey, uh, Hij heeft me geen kans gegeven. Hij heeft me geen kans gegeven. Nee. Dus nee. ik weet nog wel terug naar Zwitserland. En toen zei ik: Ivan, ik zeg: We moeten lunchen. Want uh, ik moet je wat zeggen. En we gaan zitten. En ik begin echt keihard te huilen. Ja. Ik zo: Sorry. En ik zeg: Ja, ik, ik zeg, het was, ja dat, dat was even. Een uitlaatklep. Maar waarom mag jij dat en waarom zou je dat niet mogen zeggen? Zij zeggen toch ook van alles tegen ons, de programmaleiders. Waarom zou je dan niet een keer hard worden luchten? Ik type altijd zulke lange e-mails naar mijn programmaleiders. Echt, dan kun je een boek met. Ziet vullen. wat er van gekomen is. Nou ja, nou ja, financieel onafhankelijk toch? Ja, daar ben ik ja. toch altijd trots ja. op. Nee, maar ik denk niet dat, dat dat. Je wilt toch ook een uitlaatklep. Zeker. Want dan ga je het op de radiobot vieren. Ja, jawel. Maar ik bedoel, uiteindelijk, uiteindelijk ben jij degene die verantwoordelijk is voor. Hoe het gaat in het leven, hmm. ja, dat vind ik iets te makkelijk. Ja, ja want nou, ik ben ik... blij dat ik er net achter ben. Ja, nee, ik sta op het punt om een column te schrijven dat werken bij de radio behoorlijk ziekmakend kan. Nou, zijn. dat is nee. Dat heb je zelf uiteindelijk wel in ja? de hand. Ja, ja. Nou ja het is ik... wel verslavend en het is natuurlijk best wel een klein uh, clubje een met ook een hoop narcisme. Uh, nou, dat, dat dat nee, kom je dat niet tegen? Maar ja, ik denk dat vandaag de dag. Dat iedereen best wel een beetje cool wordt gehouden daarin. Van dat er niet zoveel plek is voor narcisme. Okay. Het is gewoon vechten. voor die luistercijfers. Aan, ja. ja, nee. Gewoon hard werken. En nogmaals, ja, voor jou ook tien anderen. Hmm. Dus, um, waar hadden we het over? We hadden het over dat radio ziek maken. Oh, is, ja. Maar even terug naar <laughs> iemand, de verschrikkelijke. Zo wordt hij ook wel eens genoemd. Ik heb natuurlijk ook verhalen gehoord over dat iemand er gewoon bij de ochtendshow bij ging zitten met een kladblok. En bij ging houden wat hem wel en niet beviel. Nou, als je een dishookje onzeker wil krijgen. Is dat wat je moet Ja, doen? nee, zeker. Ja, maar wij maken allemaal fouten in het leven. En ik denk dat Iwan dat vandaag de dag ook niet meer zou doen. Denk ik bedoel, je? hij is ook gegroeid in zijn rol. Oké, okay. hij ja, is nu chef, podcast. En ik vind het ook een heel lieve jongen. En ik zou hem graag hier ook een keer willen spreken. Want ik ben ook eens benieuwd waarom hij dat deed. Als je dat toch weet, dat dishokies eigenlijk hele onzekere wezentjes zijn. Ga je er toch niet met een klapblok bij zitten? Dat is toch alsof je iemand met een zweep aan het slaan bent tijdens iedere aankondiging? Nou, ik denk dat hij uiteindelijk... Echt bezig was met het programma beter maken mm. en dus een beetje vergat dat het misschien mensen waren die op dat moment een emotie met zich meedragen. Ja. Hij was echt bezig met het programma en bij Q met de hele zender. Ja, ja ik bedoel, hij kreeg wel echt een grote taak. Uh, en met België erbij natuurlijk en die Belgen waren echt niet makkelijk. Ja. Dus uiteindelijk, ik vind nog steeds hoe Q er nu uitziet, nou dat is echt wel aan iemand uh, te danken. Ja? ja, en niet aan uh, Dave Minnebo. Nou, zeker. Ook natuurlijk. Maar dan moet er de trouwens even, die stond natuurlijk al. We moet hè? even een beetje opschuiven naar rechts, sorry. Want het is. Dus, uh, nou, ik bedenk aftime. me net. Nee. Oh, wow. <laughs> ja, het is halftime. Ja. Okay. Nee, ik bedenk me net dat jij nu beter in het shot zit. Oh, je nou. toch, toch, mensen? We zijn pas een kwartier onderweg, dus het komt wel. Nee, uh, iemand, natuurlijk, heeft die de, de blueprint, zullen we maar zeggen, voor Q uh, neergelegd. Ja, nou, al meer dan dat, denk ik. Ja? Ja, want ik bedoel, de ochtendshow is toch wel het visitekaartje van de zender. Maar heeft hij Mattie en Marieke bedacht dan? Dat durf ik niet, Romsend, te zeggen, maar ja. volgens mij staat hij daar wel aan de wieg van. Was hij niet van Matty Mat Fien en dan nog drie? Igmar. Igmar, nog drie, vier Ja, ah, hij was sowieso natuurlijk van Matty en Wietse. Naar ja. naar van uh, Matty, Fien en Igmar. Volgens mij heeft hij ook Matty en Marieke uh, even nou, geroepen. Ja, Ivan, we zijn trots op je. En sowieso, iedereen doet natuurlijk. Ik geloof niet dat iemand in RadioLand iets doet met verkeerde intenties. Sowieso. Dus daar, daar zijn we het over eens. Ja. Oké. Okay. Jouw allereerste keer op de radio, kun je me daar iets over vertellen? Waar was dat en wat deed je? Uh, dat was bij een ziekenomroep in, was dat in Amsterdam. En toen had ik gehoord, uh, uh, interview met Edwin Evers. En hij had gezegd, je bent pas echt een radio-dj als je in, begint bij een ziekenomroep. <laughs> dus toen ben ik uh, gaan kijken, gaan rondbellen. Ja, hebben jullie een omroep in je ziekenhuis? En ik weet, het was, een, was volgens mij als het een ziekenhuis in Amsterdam-Noord. En uh, de techniek was, uh, waren twee mannen achter een, uh, achter een scherm. En ik mocht daar dan wat gaan zeggen tegen de mensen die daar dus in dat ziekenhuis lagen. En ik dacht hmm. echt alleen maar, wat moet ik deze mensen vertellen? Betenschap. Ja, beterschap. <laughs> nou, er was wel een soort van aanbieding vanuit het kielsje beneden. Hè, dat de fruit was in de aanbieding en oh, dan de ja. ballonnen en zo. Dus ik maakte er wat van. Ik, ik heb dat misschien tien keer gedaan. En toen heb ik het wel meteen hoger opgezocht. Uh, toen kwam Wild Web om de hoek kijken al. Ja. En wat heb je precies bij Wild gedaan? Ik heb ze een mailtje gestuurd... Uh, meerdere malen kreeg ik geen uh, uh, antwoord op, oh. en toen had ik op een gegeven moment in het onderwerp gezet een piepkleine roze bikini. En toen kreeg ik antwoord van Koen van Tijn. Uh, uh, ik zei, Ja, ik, zeg, ik, ik wil gewoon uh, iets met radio doen. Hè? Lekker, ik was aan het studeren, ik zeg, maar ik wil, ik wil graag met radio doen, ik wil ja. iets. En toen zei hij: Van nou, kom maar langs. Nou, ja, en, uh, toen wilde ik eigenlijk iets doen. Ik zeg: kan in de sales of kan in de marketing. En hij zei: Ja, maar ik vind jou ook wel een leuke persoonlijkheid. Wil je niet gewoon een keertje in de studio erbij komen zitten? Dacht ik: Ja, leuk. Nou, prima. En toen zat ik achter de microfoon. Toen vroegen ze me wat. En ik weet dat ik meteen iets kon associëren. En dat dat heel snel ging. En dat ik eigenlijk wel dacht: en het klonk ook allemaal lekker. Weet je, en ik had echt een koptelefoon op. Dat was niet mijn first Sony. En toen dacht ik, oh, maar dit is leuk. En toen kwam er ook meteen een reactie van de luisteraar. Want ze hadden wel al iets van een SMS-box. En toen dacht ik, ja, maar daarvoor doe je het. Hmm. Ik, ik had iets gezegd. Iets over mijn vrouwelijkheid, of iets over voor mijzelf dat ik ongesteld was. En toen kwam er meteen een reactie. En toen dacht ik, ja, dit, dit is wat ik wil. Ik wil dingen leuk. zeggen waar andere mensen zich mee kunnen identificeren of, of tegenaan kunnen. Iets. Ja. Dus daar is er eigenlijk mee gestart. Dus die reactie uitlokken. Ja. Ja, dat is ja. ook leuk aan radio natuurlijk dat je bij iemand die je nog niet kent toch even kan prikken, die prikt weer terug of die komt met iets toevoegends of wat dan ook. Ja, die helpt jou weer om weer andere content te genereren. Ja. Dus het is eigenlijk met met zoveel. Me ja, je maakt natuurlijk nooit alleen radio. Nee, en dat het zijn de mooiste mooi. shows ook. Die, die samenkomen. Zomertijd is daar zo'n mooi voorbeeld van. Het programma wordt eigenlijk medegemaakt door de luisteraars die al die moppen. Enorm. En, en raadsels insturen. Ik weet nog een leuke plek voor jou, wat natuurlijk ook kan. Is, het, is dit een soort van. Wil jij mijn manager worden? Ja, nee. Ik hoef daar niet aan te verdienen. Ik heb er over nagedacht. Nee, maar ik hoef daar niet aan te verdienen. Ik vind het gewoon leuk als radiomensen. Uh, op de juiste plek terechtkomen. Dat vind ik gewoon leuk. Dus als Caroline nou een tijdje uh, uit de running is of op vakantie, kan je natuurlijk ook op de plek van Caroline bij Stenders gaan zitten. Want je weet veel van muziek, toch? Uh, ja, nou, ik, had er ik heb er vaak bij Rob even gezeten. Hè? Bij twee, hè? Ja, ja. Toen ik net terug was uit Zwitserland, Dat was in 2018, geloof ik. Toen kwam ik terug en toen had ik Iwan gebeld. En ze zei: Iwan, je moet Rob eens bellen. Ja. Dus ik heb met Rob gebeld en met Rob een cappuccino gedronken. En toen... Uh, wij kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. Ja, ik, uiteraard wist die ik niet Rob Stenders was. maar mm -hmm. Dus ik zat daar natuurlijk met de grote Rob Stenders... ergens in Hilversum op het kleintje. En ik was heel relaxed. En ik merkte dat hij dat heel prettig vond. Dus we hadden meteen een goede klik. Mm. Dus Hij zegt, ja, ik, uh, ik heb nog iemand nodig... die achter de schermen iets online gaat doen. Toen dacht ik, nou ja, prima. Ik zeg overal ja tegen. Ja. En toen uh, heb ik drie maanden bij hem daarachter gezeten. Dus toen heb ik ook Rob en Caroline leren kennen. Oké. Okay. Ja, mijn mond viel open. Ik heb natuurlijk alleen maar bij commerciële zenders gewerkt. Toen dus dacht ik, zo, maar de publiek is leuk. Wat een vrijheid. Wat gaaf. Ja. Wat is alles hier bespreekbaar. Wat een uh, transparantie. Ja, ik vond het echt waanzinnig. En waarom heeft het dan nog geen vervolg gekregen, denk jij? Uh, ja, dat weet ik niet. Nee. Maar ik heb ook niet naar Rob gebeld. Maar nogmaals, omdat ik een beetje bang ben voor afwijzing ja. dat zijn we allemaal. Ik ga je glas verplaatsen, want het shot wordt steeds mooier. Oh, ja, nee, ik ben aldoende leert men. Um, dus dat is nog een idee. Uh, Wild. Welk programma ging je doen? Ging je toen s ochtends met iemand zitten of s middags of je eigen ja, programma? Nee, s ochtends. En dat was toen nog met Koer van Tijn en Dave Leuzink. Oh ja. En we deden het eigenlijk met z'n drieën. En dan deed ik ook nog wat uh, die commercials planning erbij. En het is wel grappig, want jaren later... liep er nog steeds een commercial die ik ooit heb gebeld. Gewoon zo blind, weet je, zo'n bord, deel gesloten. Mm -hmm. um, Koen stopte er toen mee, want die ging weer eens weg. Mm -hmm. Dave bleef over. En Dave Leuzing, ook echt een bevlogen radioman... die sliep ook daar. Uh, we begonnen, ja, we begonnen om zeven uur. We begonnen maar om zeven uur. En toen hebben we daar het ochtendshow gedaan. En dat deed ik dan ook, ja, onbetaald. Dus ik, volgens mij, echt twee jaar lang... heb ik onbetaald daar die ochtendshow gedaan. Een soort stage, een soort stage ja. waar ik het kon leren en ja. ik heb ook heel veel geleerd van Dave, want hij heeft me ook heel veel geleerd over vormgeving uh, uh, en ook achter de schermen dus. Dus dat was, dat was echt heel leerzaam, heel leuk en ja als er niet zulke grote mensen naar je aan het kijken zijn, dan was het gewoon heel relaxed. Ik kan me van Wilde uit die tijd herinneren dat er heel veel stoere marketingstunts waren waren. Jullie gaven toen, ik zeg bij maar jullie, mm. uh, uh, ik geloof een cavia uh, weg. Een borstvergroting, dat heeft het nog op Teletext, heeft ja. dat gestaan. Klopt, hè? inderdaad. Dus oh ja, dat, ja, mooi. Ja, dat, toen deed de naam Wild uh, zichzelf echt eer aan. Ja. Met wilde, stoere dingen. Jammer dat dat in die vorm niet meer. Ja, die club is natuurlijk helemaal uit elkaar gevallen. Koen werkte niet meer, Dave werkte niet meer. Nee, maar al heel lang niet meer. Nee. Dus volgens mij gaat het nog best wel goed als je kijkt naar de luistercijfers. Uh, Wilds, ja. Vooral op vrijdagavond tussen 6 en 8. Oh ja, dan zit jij er. Dan doe ik een hip-hop show ja. vanuit thuis. Maar nou ja, dat, laten we die link dan meteen maken. Je zou bij Wild weer terugkeren, hè? Ja. In 2018. Ja, want toen kon ik met Rob deed ik dan smiddags middags. Ja. De platenbananza. en dan ging ik bij Wild kon ik dan de ochtendshow gaan. Met Jurgen. Met Jurgen, ja. ja. En uh, had ik ook een deal gemaakt. Dus dan zouden ze, ik heb een laptoptas, heb ik ontwikkeld toen Op. ik in Zwitserland woonde. Ja. En als zij dan reclame maakt voor mijn laptoptas, dan zou ik dan zeg maar uh, die ochtendshow. Nou, doen. Goede deal. Ja, ik ben eigenlijk gewoon fucking goedkoop. Maar goed, dat terzijde. Uh, dat zou, en dat kon ik heel goed combineren. Ik dacht, ik ben ik en radio aan het maken... en kan ik verder bij Radio 2 kijken uh, wat daar uh, voor mij nog ligt. En, en je tas. En mijn tas. Ja. Um, en toen belde Martijn Zuurveen. Die je nog kende uit de Q-tijd met Van ja. Inkel. Want ja. hij was toen producer. Ja. Ja. ja, ja en die hebben wij toen op een gegeven moment naar ons toe gehaald. Eerst was Anto van Lieshout was, uh, de producer bij Van hmm. Inkel de middag... En toen op een gegeven moment toen, uh, hoorden wij wat geruchten dat het niet zo lekker liep in de ochtend bij Q. Uh, en toen zei Martijn, kom, kom naar ons. Kom naar ons naar de middag. En uh, die kwam. En toen ja, hebben we super leuke jaren gehad. Ja. Maar Martijn is natuurlijk ook één groot bruisende bonk van. Positieve energie. Ik kwam hem nog een keer tegen toen ik naar het UWV moest. Want toen ik bij Veronica wegging, toen uh, had ik nog recht op een x-aantal maandjes uitkering. denk, ja, wat zal ik ze laten liggen? Ja. Dus ik, ik kom daar ochtends op maandagochtend met een lang gezicht bij dat UWV aan. Wie komt daar aangerend? Martijn Zuurveen. Sportieve, vrolijke man. Zo ja. kan ik me nog herinneren. Ja. Ken je hem of... Ja, nou, ik ken hem van de Veronica-tijd. Dat uh, Van Inkel uh, ja, natuurlijk bij Veronica zat. Ja. Dat vond ik sowieso raar. Dat dat toen niet aan jou gedacht is ook. Om jou. toen is Verdinkel het gaan doen met. Help me even. Andere oh, ja. blonde jonge dame. En Nikki? Heet Nikki. Ja ja. ja, ja, ja. Maar goed, Martijn is ook. Maar nog ik even... zat toen in Zwitserland, hè? Oh, je was weg. Ja. zat had het gekund. Zeker. Martijn is ook nog even in de running geweest om programmaleider te worden bij, uh, bij Veronica. Toen uh, um, um, Niels ermee stopte. Of UNCO, een van de twee. Ik denk UNCO. UNCO, hè? Ja. Ja. Dus voor Niels, ja, is hij in de running geweest. Uh, maar goed, Wild ging niet door. Het werd 100% NL. Ja, want toen belde dus Martijn Zuurveen van... Uh, oh nee, ik had daarvoor had ik ook al een demo gemaakt met Lars. Lars Boelen. Boele. Die zat ook bij 100% NL. En toen werd uiteindelijk besloten dat hij geen uh, producer slash sidekick uh, zou, uh, zou nemen. En toen belde Martijn Zuurveen weer een maand later. Ja, uh, Lars uh, zit er niet meer. We hebben nu Barry. Uh, wil je weer een demo komen maken? Dus ik zou, uh, ja, natuurlijk. En ja. Uh, uh, we hit it off right away. Uh, Barry en ik. Dus dat was eigenlijk binnen drie dagen was dat beklonken. Maar toen dacht ik wel, ja, dat is zo serieus. Dat kan ik niet combineren met nog uh, bij stenders achter nou. de schermen te zitten. Ook dus... een beetje concurrentie van elkaar natuurlijk toch. Nou, 100% NL en de radio 2. Ja, ja, ik vind het nog steeds stom als mensen voor twee voetbalteams tegelijk voetballen. Maar ik weet dat mensen daar anders over denken. Maar uh, je kan je toch eigenlijk maar op één ding echt concentreren. Nou, toch? Ja, nou, het, gewoon ook qua werkuren. Het was ja. gewoon 40-jurige werkweek. Ik heb gewoon nog twee kinderen. Ook nog, uh, van een jonge leeftijd. Jonge leeftijd. Een man die in het buitenland uh, woont. Dus toen dacht ik oké, okay, nou dan moet ik gewoon gaan kiezen. Ja. En toen weet ik nog wel dat Rob zei: ja, je schiet je nu echt in je eigen voet door weg te gaan hier. Ja? ja en toen dacht ik wel, oh, okay, Wat heb je nou leuk. een zoon? Wat he, ja, sorry Rob. Ik, 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 ik mag je heel graag, maar. Wat zijn dat toch allemaal voor een uitspraken? Nee, maar uiteindelijk ja. heeft hij misschien wel gelijk gehad. Ja, nee, maar wat heb ik daar aan aan zo zo'n uitspraak? Weet je, ja, als maar mij dat natuurlijk je aan ook... te denken. Ik vind, het, ik vind het wel prettig als mensen... Dan had hij eerder met een aanbod aan jou moeten komen. Misschien schiet hij zich wel in zijn voet. Nu, net als hij met mij uh, dat kunstje geflikt heeft. noem ik het maar even zo, want het was geen kunstje. Maar soms denk ik ook wel eens, het werkt twee kanten op, hè? Ze, hebben, ze missen ook jou. Vind je dat nou? dat heb ik heel lief. Ja, maar ik, nee. ik denk dat dat wel meevalt. Ja, maar ben je niet met mij me eens dat in Radioland dat we eigenlijk veel te, veel te gauw denken van: oh, ik krijg die baan of ik krijg dat radioprogramma. Jee, yeah, wat een cadeau. Nee, want jij weet hoe hard werken het is om een goed scorende radioshow te maken. Het is geen cadeau. Nou, je, nou ja, ik zie het nog wel. Als ik, Echt? Ja, wel. Ja, ik ben wel daarin wel humble. Omdat ik zie hoe moeilijk het is. Nee. ja. Om dus gewoon weer daartussen ja. te komen. maar waarom, waarom zegt hij dat dan? Je hebt je, in je eigen voet geschoten? Nee, maar, dat toen ik daar wegging, ik zei, Rob. Ik zeg, nou, ik zeg ja, 100% NL. Ik zeg ga door. Ik mag de ochtendshow ja. daar uh, gaan doen met Baf. Zeg maar, ik kan dat dus niet combineren meer met ja. met Bonanza. Ja. Uh, ik zeg ja, dus ik, want, en met Waal, Vem's ochtends, want dat zouden we een paar keer opnemen met Jurgen. Ja. Dus dan kon ik dat combineren. Ik zeg maar, 100% NL is gewoon live. Ik moet daar gewoon uh, s ochtends om uh, vijf uur zijn. Ik zeg ik moet 53 kilometer rijden. Ik Zeg ja, dat ga ik gewoon niet redden. En toen zei hij, ja, moet je bij die club, moet je bij die club. <laughs> gewoon hier blijven. Ja, ja. Bij twee heb je toch wel Emily, Emily en, en Annemieke. Wat had jij bij twee dan? Had je wat twee uurtjes op zaterdagnacht mogen doen of zo? Of vrijdagavond. Ja, nou, ik twee? denk dat er wel bij de publiek heel veel mogelijkheden zijn om uh, jezelf te ontwikkelen. Kan altijd nog. Ik vind het goed Zeker. dat je er 100% in helpt de ja, gegaan. Hij love Radio 2. Ja. Dus, en Emily de Wild was er toen ook nog niet. Oké. Okay. En ik ben ook geen Emily de Wilds. Ik ben meer een uh, Marike, als je dat dan toch wil vergelijken. Ja? Ja. Ja. ja, die doet ook geen solo-programma. Dus ja, ik, ik hoef ook geen solo-programma. Ja, toch vind maar, ik dat jij een solo-programma moet doen. Ja? Maar goed. Maar het zou dan, dan we wel in de nacht moeten. En dan moet. Gouw zeg, maar, moet... toch eens op. Je hebt dagradio gemaakt. Ja, maar weet je wat het met je is, Patrick? Ja. Toen ik bij Wilds uh, inderdaad solo-programma deed, was vaak gewoon voice tracken. Ja, nou. En ik voelde echt de uitdaging in, uh, in korte tijd vol praten... Ja, uiteindelijk, als ik kijk naar wat ik echt zou willen, is meer de menselijke aard. Wat bedoel je daarmee? Nou, dus, dus iets zeggen wat, waar je repliek op kunt krijgen. Ja, nee, dat niet. je dus met de luisteraar echt meer okay. engaged raakt. Dus niet voor de komende weer vier. Nee. <laughs> nou, maar nou, ja. En ik vond mezelf ook gewoon niet goed genoeg. Oké. Okay. En ik weet toch, dat is best wel een grappig verhaal om te vertellen. Dat. Er zat nog een meisje bij Wout Vem en ze heeft echt op een blauwe maandag radio gemaakt. Ze is ook daarna vertrokken, iets heel anders groen En het ergste, ik weet niet meer hoe ze heet, maar het echt over twaalf jaar geleden, dat Wout van de Groes mij op een gegeven moment opbelde. Die was toen programmadirecteur bij Q. Mm -hmm. Die zegt, ja, ik was uh, mijn auto aan het sleutelen. Ik zeg, en ik hoorde daar een meisje je tracken. Hij is gewoon, goed, wil jij komen praten bij Q? Dus oh, ik zo, het uh, zijn toch jouw uren? Dus ik zo, ja, 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 dus ik naar Q toe. Dus hij zegt dat tijdstip. Dacht ik ook, oh, dat was ik volgens mij helemaal niet. Volgens mij was het dat andere meisje. Oh. En toen uiteindelijk is het niks geworden, want volgens mij was ik toen elf weken zwanger of I don't know. En toen, uh, toen maar ik heb altijd wel heel erg onzeker daarin gevoeld. Ja, ik snap dat wel. Want het was ook gewoon kut. Ja. <laughs> Maar nee, er is toch ook ruimte voor een programma waarin je wel uh, contact met de luisteraars kan maken. Zet je jou dan vanaf tien uur s'avonds ergens neer en gooi die telefoonlijnen open of uh, Clubhouse. Dat ja, lijkt of... me onwijs leuk. Ja, ja zeker. Maar hit-radio, joggen, daar heb je dus gewoon niet zoveel behoefte aan. Ik kan het gewoon niet zo goed. Ik zou echt graag willen dat ik dat meer zou kunnen. Dames en heren, radiomakers. Patricia van Liemt leert ons hier een grote les. Want het heb ik, in al die bandjes uit Amerika heb ik dat gehoord. Als radiomaker gaat het er vooral ook om dat je weet waar je niet zo goed in bent, ja. zodat je gaat doen waar je wel goed in bent. Want we denken soms dat we alles moeten kunnen, hè? Maar toch nieuwslezen zou je in principe ook kunnen. Heel leuk. Ik heb toevallig recentelijk een demo gemaakt voor Talpa. Oké. Okay. Uh... Ja, wie weet. Wie weet. Ja, want van. Vond ik en... ook heel erg leuk om te doen, want ik ben eigenlijk geen nieuwslezer. Ik ben ooit toen ik uit Zwits toen ik in Zwitserland woonde, toen uh, belde Arjan. Arjan heet hij. Benders. Die... Ja. Nee. Snijder. Snijder. Uh, die zat toen bij RTV noord holland ja. Uh, ja, we zoeken nieuwslezer voor Eddie Keur. Toen ben ik helemaal ingevlogen. Ja. Helemaal ingevlogen. Maar om dus weer één keer nieuws te lezen bij Eddie. En ik dacht, ja, ik wil het wel exploren, ja. weet je Want ik heb het eigenlijk nooit gedaan. Vond ik heel leuk. Maar ik zag wel ook die sidekick zitten en dacht ik, ja, zeg dan dat. Nu moet je dat ja. doen. Nu moet je juist niks okay. zeggen. Dus ik vond het wel lastig. Maar dat is inmiddels ook weer een aantal jaar geleden en... De rol van de nieuwslezer is best wel veranderd. veranderd. Kijk naar die jonge dame die bij Koen en Sander zit. Jo. Jo van Egmond. Ja. ja. Die kan er ook wat van. Toch? En echt onwijs leuk. Want dat was altijd mijn grote gemis. Ja, ook bij Hanna Loren. Dat ik altijd dacht: oh, zij kan veel meer zeggen. Zij kan ook veel meer de vrouw ja. uh, vertegenwoordigen. Uh, en dat is. Ja, dat is gewoon niet veranderd. Dus... Mooi bruggetje. Jij zegt ergens. De feminist in mij is zeker nog niet tevreden... met de verdeling man-vrouw op de radio. Laten we dat hete hangijzer dan maar gewoon even meteen hier blussen. Ja. <laughs> wat vind je van die discussie? Meer mannen, meer, meer vrouwen, meer, minder mannen, weet ik wat. Verdeling is niet goed. Nou ja, het is zeker nog niet 50-50. Nee, moet dat wel zijn? Nou, ik denk dat het een mooi streven is. En ik vind het bijvoorbeeld heel jammer dat Handeloren weg is bij Frank Dana. Dat vind ik echt heel erg heel, 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 heel jammer, want het is toch... Zij bracht toch wel de, de vrouwelijke touch in het programma. Mm -hmm. En ook als ik vaak met mijn vriendinnen praat, dan zeggen ze wel, ja, ik vind radio leuk. Maar uh, dat soort programma's, ja, ik, 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 ik voel niet dat het voor mij is. Mm. Dus dat is een gemis. Oké, okay, en ja? Ja, ik maak nu toevallig uh, voor BNR mag ik een podcast maken. En een podcast waar ik nu mee bezig ben, is, van, uh, is over diversiteit en inclusie. En daar gaat het natuurlijk ook over vrouwenquotas en zo. Um, en dan leer je eigenlijk nog wel dat het nog nodig is. Dus ook in radio ja. Maar je moet toch ook weer oppassen om je daarover uit te spreken. Ja, waarom? Nou, want ze hebben er geen zin in. Maar dan ben jij weer de bedweter of de, de feminist... die er uh, even komt zeggen hoe het moet. Nou, en ik vind ook oprecht dat het best wel oké okay zit nu. Als je gewoon gaat kijken naar de radio... Mm. naar Annemieke, naar Marieke, naar Lore... die komt vanzelf wel weer ergens terug. Uh, Eva. Het, het, we zijn best goed vertegenwoordigd. Ja. Nieuwslezers zijn natuurlijk heel veel vrouwen. Uh, dus uh, we zijn op de goede kant. Alleen jij noemt nog even, hè? Ja. <laughs> <laughs> ja. Kiks Radio heb je ook gedaan. Heel lang geleden. Het hobbystationnetje van Rob. Wat deed je daar? Solo, sidekicken... Uh, Dan moet ik echt over nadenken, weet je dat? Ja, het staat ergens, dus het zal wel gebeurd zijn. Nou, wat misschien nog wel leuker om te vertellen is dat ik heb toen met Rob daar gezeten. Dat is inderdaad ook 15 jaar geleden, mm. denk ik. En toen ik dus nu drie jaar geleden met Rob die cappuccino zat te drinken. Ja, herinnerde hij zich dat niet meer? Nee, sterker ja. nog, hij, hij wist het heel goed. Hij zei, ja, ik weet nog wel dat jij binnenkwam en jij zei tegen mij meteen, ik ben getrouwd. Ik zou heb ik dat gezegd? Really? Hij zei dat zou ik nooit vergeten. Het is wel een goede binnenkomen. Ja, nou ja. ja. Dus, dus nee, ja, dat, maar de programma daar, dat weet ik eigenlijk niet eens nee. meer. Dat vind ik dan wel interessant. Ik denk dat ik dat aan jou wel mag vragen. Vind jij dat je je mag als... alles vragen? Ja? Nou fijn. Vind jij dat je als vrouw je erotisch kapitaal mag inzetten om iets voor elkaar te krijgen? <laughs> Jezus. En dan bedoel ik niet met iemand naar bed gaan, maar ik noem maar wat. Jij rijdt dadelijk hier door rood, komt de politieagent. En je weet, als ik gewoon even net wat vriendelijker lach, lul ik mezelf onder die boete uit. Uh, ja, prima. Ja. Maar ook om bijvoorbeeld, ja, je weet, de Mannenwereldradio, allemaal onzekere types die vroeger nooit uh, iemand durfden aan te kijken van het andere geslacht. Mag, mag je daar gebruik van maken? Nou, ik zou niet weten hoe ik daar gebruik van mo zou moeten maken. Nou, Door jezelf te zijn en je gewoon dat je er leuk uitziet, dat helpt al, toch? Ja, dat, zijn, dat weet ik niet. Ik weet dus niet of dat juist voor of tegen je, je denkt, werkt. Hoe zou dat dan tegen je kunnen werken? Nou, omdat mensen misschien toch eerder denken van oh, in hokjes denken. Mm. En uh, als je mij zo meteen, ik bedoel, we hebben nu een interview. Nou, ik vind het semi-spannend. Maar als wij zo meteen een glas wijn aan het drinken mm. zijn en we gaan praten over sweepers en, uh, ja. en pingels. We gaan Dan Zit ik helemaal? Ben ik in mijn comfortzone? Ja. En dat zou je misschien niet 1, 2, 3 verwachten. Nee. En nog steeds niet. En nou, laten, laten we dat dan gewoon nu meteen doen. We, okay. noemen ze goed jinglepakket op? Hoe vind je bijvoorbeeld het nieuwe jinglepakket van Veronica? Of, Geen uh, idee, heb ik je, nog niet gehoord. Okay. Dus zo diep zit ik er nu niet in. Wie, wat vind je dan? Wat weer weer nou een station met echt lekkere vormgeving? Dat je echt als je dat aan hebt staan het je denkt, hè? Dat klopt helemaal. Mm, ik denk toch wel Radio 2? Ja? Ja. Terwijl ik dat een beetje arrogant vind, die, die voice over oh, ja? Stefan Stassen. Dat... Ook oh, vind ik Stassen ja? echt de. Ja, maar dat meest Prettige voice over van Nederland. Dat toontje, Radio 2. NPO, nee, ik vind het een beetje sexy. Vind je het sexy? Ja, ik oh, vind, ja dan ja. moet je dan vrouw voor zijn ding? Misschien wel. Ja, maar ik bedoel, uh, okay. uh, stoer, dus stoer Ja, sexy. hij trekt mij wel uh, naar binnen. Ja, klinkt ik het een beetje gek. Ik begrijp dat ik wel, ik heb wel contact met hem ook voor een interview in deze reeks. Stefan, ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt, maar ik vind dat toontje, ja, ik, ik, dat heb ik altijd bij de NPO gehad, ook bij Radio 1. Ja, maar dat is, dan is, dat ben je bevooroordeeld over het feit denk dat je? het NPO is. Ja. Zou kunnen. ik ga ik duik ik ga soul search. ik duik nu wel in. die podcast met uh, Bas van Tijlinge ja inform, inform ja en ik had toevallig van de week heb ik zitten luisteren naar Matty heel leuk echt een onwijs leuke aflevering uh, over vormgeving dus Vind ik heerlijk om naar te luisteren ja ja ik kan ook echt zo non-stop naar luisteren dat is cool ja. dat had ik niet achter jou gezocht Hoezo niet nou ja inderdaad Dan ga je Stereotyp dat je denkt van Kijk, wat je nou namelijk ook wel eens hoort, en dat kan ik nu best, want je zit nu toch tegenover tegen je zeggen, dat je, soms, dat je soms denkt dat vrouwen radio gebruiken als opstapje naar TV. Want ik weet, je hebt ook een demo voor BNL gemaakt voor, voor de TV-programma. Kun je dat ontkrachten dan wel zeggen van waarom, hoe komt dat dat, ik dat, over, dat dat zo vaak gezegd wordt en dat ik dat dus ook denk over Dat vrouwen radio zien als een opstapje naar meer? Mm, ja, ik denk dat vroeger, mocht je dat niet zeggen, ik denk vandaag de dag. Kan je dat prima zeggen? Dat dat zo echt zo is. Ja, dat is ja. bij mij niet zo. Nee? En dat hele WNL-verhaal, dat was toen ik in Zwitserland woonde... dat ik dacht, ja, ik moet gewoon weer in kijkers spelen. Ja. Dus dan, uh, ik probeer gewoon WNL. Uh, ook omdat Christel daar toen had gezeten. Ja. En uh, Van Eyck, Van precies. Dat ik dacht, oh, misschien is het ook wat voor mij. Maar dat is uiteindelijk ook niks geworden. Nee. Ja, maar je lacht, maar dat is toch niet leuk? Nou, geen teleurstelling? ik denk dat televisie niet echt iets voor mij is. Nou, weet ik niet. Nee, nee ik heb daar geen ambitie... Uh, ja, maar vaak de mensen die geen ambitie hebben, komen juist het meest natuurlijk over op tv. Want die willen niet die willen niet per se of zo zichzelf laten zien. Of is mijn ervaring. Ja, ik, maar ik, ik voel me eigenlijk wel heel erg comfortabel in een hok. Wat ik wel heel leuk vond altijd, is locatieuitzendingen. En dan meer als ik dan gewoon lekker met flashmike naar ja. de mensen kon gaan. Dus ja. in de vorm van een verslaggever. Ja. Dat, dat zie ik dan nog wel voor me. En ja. jij zou toch ook een ja. soort Mandy van Dijkrol kunnen vervullen? Waarom presenteer jij de Voice? Ozie? De nee, Voice, Je had toch nou, gewoon naast ik. Martijn KB kunnen staan. Nou, vind ik echt heel erg lief van Ja, je. maar het is niet om nou te slijmen, maar ik de, soms denk ik wel: eens van haal jij wel genoeg uit je. Ja, dat zeg ik nu ook tegen mezelf hè. Haal jij nou wel genoeg uit je carrière? Nou, ik weet dat jij uh, ook wel van de Secret bent. Oh, de Law of Attraction. Ja, 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 ja Geloof ik 100% procent ja. in, 100%. procent. En de Universe, als yeah, je dat niet kent, het uh, is Law of Attraction, dus. Je trekt aan wat je zelf uitzendt. Mm. Dus je moet het echt visualiseren. Je kan zelfs een, een moodboard maken met... Nou, als jij dat wil, een speedboat, een million dollar villa. Uh, en gewoon, ga er maar over. Hè, wil het maar heel hard. Ja. Maar je moet het wel duidelijk tegen het universum zeggen dat je dat wil. Ik heb het een paar keer gedaan. Het is allemaal uitgekomen. Alleen met dit radio maken ben ik voor mezelf ook niet duidelijk. Nee. En dus krijg ik het ook terug van de van, van ja. universum dat ik dus misschien nog wel gewoon hier met jou zit te uh, delibereren over wat ik wel en niet van te doen. Wat er allemaal nog kan, wat er allemaal nog had gekund. Ja, want de ochtend, weet ja. je, het, best pittig. Maar als Mattie me belt van Rieke is zwanger, kom jij uh, ja. zes maanden invallen? Ja, zeg ik ja. Maar als je diep om hard kijkt, zeg ik nou, ja. liever een middagshow. Ja. In verband met de tijdstip? Ja, tuurlijk. Ja, dat is super zwaar. Fucking zwaar. Heb je een taartje gegeten toen het stopte bij Barry? Nee. Of, nou ja, ik heb namelijk nou wel een taartje gegeten toen mijn ochtend stopte. Dat ik echt dacht, yes, ik ben van dat kut tijdstip af. Och, dat bepaalt je leven oh, zo. Al voor jezelf? Ja. <laughs> nou, ik voelde wel langzaam het leven weer terugstromen. Ja, ja. maar dat voel je pas achteraf. Want ja. als je erin zit, en dat ja. weet je ook, dan ja. ga je in een soort van trein ja, zitten. Ja. En dan red je het wel. Je gaat op adrenaline. Je gaat door, je gaat door, je gaat door. En dan ja. lukt het ook prima. Wil je ons er iets over vertellen waarom dat gestopt is? Um, nou, ik, ik, ik mag daar niks over vertellen. Okay. Ik heb een clausule getekend. Later dacht ik wel, hoezo? Uh, maar misschien is het ook een beetje zelfbescherming geweest. Nou. En uh, ja, dus ik kan er echt niets. Kun je dan iets zeggen wat het met je, met je gevoel deed? Want ik, ik, ja, dat is toch niet leuk. Ik bedoel, is mij dat ook ooit zo gebeurd? Dat ik na, want dat was, hoe lang heb je het, heb je het gedaan, een halfjaartje? Nee, nee, langer, dik een jaar. Dik een jaar, ja. oké. Okay. Ja. Het is toch teleurstellend voor zeker. jezelf. Zeker, nee, zeker, zeker. Ik ben er echt wel hardbroken van geweest, ja. ja. Ziek. En uh, ik ben ook een vriend kwijtgeraakt. Ja. Dus uh, toevallig liep ik laatst ergens in de winkel en toen liep er een man langs me heen die had hetzelfde geurtje op als Barry. En toen dacht hij echt, oh, hoe zal het met hem gaan? Oh. Dus. Ja. Ik kan hem toch? Het is nu lang. geleden. Zeker. Ja, ik zit er ook wel zo over na te denken. Ja. Misschien moet ik gewoon inderdaad het telefoon oppakken Want als we leuk. eerlijk zijn, ik dacht van tevoren al denk, oh, die spraakclausule. En dan ga je met z'n tweeën die ochtendshow zitten doen. Ik, we hadden bij Vroneke ook in de ochtend een spraakclausule. Maar minder dan 100%. Precies, wel ja. nog meer spreekt. En dat was al iedere dag een gevecht tegen de klok. Ja, dus, maar tussen zes en zeven waren we ja, echt aan het ja, Oké, okay, ben je vrij. Maar ja. na zeven Fantastisch. uur dan gaat de rem erop. Want dan moet je ineens hey, je, ja, je platen draaien. Nee, het viel wel mee. Ja? Want wij kregen natuurlijk eigenlijk alle tijd van de rest van de dag. Ik had meer medelijden met Chantal, die toen de middag deed. Die had echt drie minuten voor drie uur. Ja, die moest inhalen wat jullie ochtends ja. soort van verspeeld hadden of zo. Nou, dat was gewoon afgesproken. Het ja. was niet elke dag een beetje soort van natte vingerwerk hoeveel ze overhouden. Ja. Wij kregen gewoon zoveel minuten. Ja. En zij kreeg zoveel minuten. Dus ja. we hadden uiteindelijk best veel tijd. Ja. En hetzelfde met hitradio maken. Als je moet nagaan denken over je tijd ga je er wel wat spaarzamer mee ja, om, dus in, in de beperking toont zich de ware kunstenaar. Amen. Amen. Maar nog even terug. Ik bedoel, was dat geen strop om je nek dan die die sprakeloos Want op het moment dat je eindelijk, Wij kunnen nu lekker gewoon, we komen ook op gang, weet je, we kunnen lekker doorlullen. Mm -hmm. En ik en, weet bij Veronica nog ja, er moesten moesten er weer twee platen gedraaid worden. En weer twee na het nieuws, weet je, was zo een kwartier weg, ook gewoon, een kwartier niks. Ja, maar een kwartier niks. Dat ligt er weer aan hoe je dat daarvoor en, daar, en daarna uh, mee omgaat. Als ja, net iemand instapt, Op het moment dat jij die eerste twee platen instart, dan komt het nieuws verkeerd. Die krijgt eigenlijk niks aan entertainment. Die krijgt alleen maar reclame, muziek en nieuws voor ze kiezen. En dan zit die, is hij alweer uitgestapt. Ja, ja, ja we hebben, er, we hebben mo moeten roeien met de riemen die we hadden. En het ging gewoon eigenlijk hartstikke goed. Hm. Want wij hadden wel dusdanig draaiboek dat we wel elk uur evenveel content hadden. Ja. En nogmaals, tussen 6 en 7, waar we eigenlijk heel veel luisteraars hadden, merkte... daar kregen we ook altijd de meeste reacties. Ja, ja dan konden we eigenlijk doen wat we ja, wilden. En dan draaiden we ook wel gewoon uh, Tino Martin, weet je wel. Ja. deden we ook gewoon wel een beetje andere muziek... stiekem ja. tussendoor draaien. Dus dat was onwijs leuk. Je hebt er toch wel van genoten. Nee, mega. Ja. Ja. Enorm. Ik heb heel veel leuke radio gemaakt. En ik heb daar vooral ook ontdekt... Uh, dat ik het heel leuk vond om ook die column te schrijven, bijvoorbeeld. Het dagboek van de Moeder. Ja, die las je voor, hè? Ja. Ik kan me nog van herinneren dat ik dacht... waarom vertelt ze dat niet gewoon? Ja, omdat het een column is natuurlijk. Ja, dat is moeilijk om te vertellen. Ja. Dat is, uh, ja, ja, nee, dat... ja, een column kan je natuurlijk alleen maar voorlezen. Ja. Het was niet de eerste keer dat je de ochtend deed. Je hebt ook nog met Dave Donkervoort bij 100% NL... in de ochtend gezeten. Hè? Ja. Je begint te lachen. Ja, dat was heel leuk. Hoe lang is dat geleden? Ja, dat was in het begin van 100% NL. Dus dat is nu 15 jaar geleden. Echt met dat ene format nog? Wat ja. alle kanten op ging? Ja, Nou, en ik weet nog wel dat Herbert belde mij toen. Het is gelukt. Ik heb het kavel... Uh, voor mij echt voor 5000 euro. Ja, ja, ja. Volgende week beginnen. Ik heb alleen maar vrouwen en Dave Donkervoort. <laughs> en jij bent er één van. Ik zou uh, prima. Uh, en toen studeerde ik overigens nog filosofie. filosofie. En daar ben ik ook mee gestopt. Omdat ik dat samen niet meer trok. Nee. Dus ik ben in het vier jaar, vierde jaar uiteindelijk ben ik ermee gestopt. Wel zonde. Uh, ik leerde Dave kennen. En binnen vijf minuten was het woord dildo lag op tafel. Mm. Seks, neuken. No. Nou, Dave. Nog net niet het kluisbedrag, en, uh, maar ik had wel meteen een onwijs klik met hem. Ja. Ik vond echt meteen een hele lieve, lieve man. Maar ja, alle, alle radiomannen zijn eigenlijk hele lieve mannen die dicht bij hun gevoel zitten. Is dat zo, ja? Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Maar ze nou, lijken... Patrick. Ja, nee, ik weet er alles van, maar ze lijken <laughs> zo hard... Ja, maar daar prik je doorheen. Oké, okay, ja, dat is fijn. Daar prik dat ik daar in ieder was. geval doorheen. Maar is dat dan geen gevaarlijke combinatie? Want je werkt wel een hard wereldje als, als, uh, als DG, mm -hmm. met veel concurrentie, veel verwachtingen, luistercijfers, marketingbudgetten. Iedereen vindt er wat van. Is dat misschien de reden dat zoveel mensen omvallen? Want ook Dave heeft een burn-out gehad mm -hmm. in die tijd. Ik, ja, noem ze allemaal maar op. Nou ja, het is hoe lang kan je je baan behouden? Dat is het. Ja, ook een goede. Want ja, nou kijk, Frits Spits, zijn natuurlijk genoeg mensen. Jeroen van Inkel, mm. die, zitten, die, die, die kunnen nog wel tot de pensioen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die jarenlang uh, hun hart uh, aan de radio hebben gegeven en dat het dan gewoon stopt als ze jaren 50 zijn. Ja. ja, dat is kut. Ja. En dan raak je denk ik ook wel gefrustreerd van. Dus daar moet je wel uh, mee omgaan. En aan de ene kant denk ik heel erg, ja, je moet gewoon geen plan B hebben. Hè? Dat is ook voor de secret. Geen plan B, alleen mm. maar plan A en ga. Maar aan de andere kant, ja, misschien moet je wel een plan B hebben, want het eindigt ook wel een keertje. En financieel moet je jezelf natuurlijk ook kunnen onderhouden. Dat is het. Maar ik weet wel, dat heb ik laatst was ik in die podcast, dit was de radio. Is trouwens voor ja, jou ook leuk om misschien een keer in te verschijnen. Okay. Daarin kwamen er ook wel samen kwam ik met Harm Enes erachter. Als ik dat buffertje niet zou hebben, zou ik me misschien wel wat meer inhouden in die columns. Zou ik me wat meer tevreden houden met iedereen? Had ik misschien wat voorzichtiger omgegaan met stenders, waardoor ik nu weer bij Veronica zat. Dus het, het kan inderdaad ook langs de andere kant denken: ja, dikke vinger, ik heb, je niet, ik heb jullie niet meer nodig. Weet je wel? Dat ja, maar dat zal ik nooit denken, want je nee. hebt elkaar altijd nodig. Ja? En zeker in radiowereld, je komt elkaar weer tegen. En ja, ik ben nu 42. Echt. <laughs> en, uh, de, nee, maar je groeit daarin. Nee, hey, maar wacht eens even. Jij wordt in september dan, 43. Ja, nee. Dat lees Komt ik hier. Komt je mijn verjaardag? 3 september. Wat, vandaag? Uh, ga je een feestje geven, ja? Nou, Jeroen, die, is ja. Dus, die wordt 60. Oh ja. Van Inkel. Dat is pas gebeurd. Ja, en ja. die geeft dus op mijn verjaardag een super groot feest. En hij nodigt me dus uit. Toen dacht ik wel, oh, moet ik dan op mijn verjaardag Fuck, de ja. de Ik denk wel dat ik ga, want 43, lekker belangrijk. Waar ga je het vieren? Ikke? Uh? Ja. Niet dus. Nou, ik denk dus dat ik naar het feestje van Jeroen ja, Ninkel ga. daar vind ik uh, leuker. Ja, dat is ook leuker. En dan heb je meteen ook een reden om met iedereen uh, een praatje te maken. Want ja, je bent. maar ook dat vind ik lastig. Netwerken. Ja. Radio Ring en dat soort zaken. Radio Altijd. Bitches, heb je die ooit gewonnen? Ja, de backstage Bitch. Nou hier. Ja, en was wel grappig, want die, die trofee die je kreeg was zo'n glazen ding. En er zat een koptelefoon op. En echt weken later kwam ik erachter dat het een daadwerkelijk koptelefoon was. En ik dacht, dacht je... dat hij gewoon een was. Oké. Okay. Oh, die kon je ook echt gebruiken? Ja, ja, ja. Okay. Die kon je, het was van Dr. Dre. Dus echt een hele coole was het. Maar zo'n Beats. Ja. Oh, gaaf. Ja. Oké. Okay. Uh, even naar pagina 2. Uh, nog even, even terug naar uh, 100% nl. Um, wat wilde ik nou nog... Oh, Ja. Wat in Radioland natuurlijk ook vaak gebeurt... en ik, daar zie ik jou absoluut niet voor aan... maar ik zou zo kunnen denken, Barry stopte zelf ook in de ochtend... dat je toch dacht, ha, het lag dus niet aan mij. Snap je een beetje wat ik bedoel? En niet om je nou een uitspraak uit te lokken... maar zo gaat het wel vaak in Radioland. Hè. Als iets niet klikt, dan worden er soms zoals nu... handeloren in de ochtend erbij uh, eruit gegooid. Maar dan heb ik het idee dat dat vaak... Uh, maar Hanna -Lori is toch niet uitgegooid? Dat is wat ik hoorde. Ze zegt dat ze zelf weg is gegaan. Nou, ik denk dat ze zelf ja? weg is. Okay, ja, nou, dan, dan dat hou, geloof hou ik ook echt. Ik heb een koffiedate met haar staan. Oké, okay, doe er de groeten. Ja, dat zal ik doen. Um, maar vaak, als die veranderingen zo beginnen, laat ik het dan zo vragen. Maar dan... laten we beginnen met positief te denken. Want jij zegt, Neil, weer Hannelore is eruit gegooid. Ja, ja nou, dat, dat is wat ik hoorde. ik was eruit gegooid. Ja. Maar. Het ligt vaak net iets genuanceerder. Nee, maar wat ik ermee wil zeggen. Dit is, ja, dit een cliché. is, dit is het punt wat ik wil maken. Punt. Ja. Um, dat als er, als er aan een team gerommeld wordt, laat ik het dan zo zeggen, is dat vaak al het begin van het einde. Want ze gaan dat doen anders, zo, zo, het format verandert, dit eruit, dit erin. En dan weet je vaak eigenlijk al, na een jaar stopt het. En maar, maar toen je hoorde dat dat stopte voor Barry, dacht je toen van, ja, die is ook veel, bijvoorbeeld beter, komt beter tot zijn rechtsmiddags of. of nou ja, ik van. weet wel dat het heel zwaar is. Een ochtendshow is zwaar. Ja. En nu was het toevallig coronatijd. En ik weet dat hij natuurlijk de rave heeft samen met uh, Menno. Online. Ja, maar het, ze gingen natuurlijk altijd land in ja, in het ja, weekend. Ja, ja, dus ja. dat was best wel een pittige combinatie met de ochtendshow. Ja. En uh, laten we wel wezen, dat is natuurlijk ook gewoon een bron van inkomsten. Ja. Dus dat liet hij ook niet liggen. Dus ja. ik denk dat het voor hem uiteindelijk fijner Was om die middag te gaan doen in combinatie met de radioreef. Daar heb ik zelf ook ooit zoiets getekend dat ik helemaal niks mocht zeggen. Ik zeg al veel te veel over. Ja, vind je? Nou ja, ik weet niet wat ik mag zeggen. Ja, maar dat is toch onzin? Je mag toch je. Kijk, ik heb nee, ook zo'n ding. gewoon getekend. voor getekend. Ja, ik heb ook zo'n heel ding getekend. Maar je mag toch wel je mening over een disjockey geven. Ja, maar dat doe ik dus nu ja. ook. Dus ik hoop ja. dat het nee, niet je hebt een niks verkeerd moeten krijgen. Nee, je hebt niks verkeerd <laughs> gezegd. Maar die angst die herken ik. Want dat heb ik de eerste paar jaar ook heel erg mee rondgelopen. Dat heeft mij heel erg lam gelegd. Weet je, dat ja, kan... maar het is ook... Ik snap wat je zegt, Patrick, maar het heeft me ook behoed. Want als je in het begin in je emotie zit, ja. en natuurlijk zat ik in mijn ja. emotie, dan had ik waarschijnlijk ja. negatieve dingen gehoord. Ja, ja, ja. En daar word en... ik zelf ja. niet beter van. Ja, dat heb je nu niet gedaan, dus maak je geen zorgen. Ook als je straks in de auto zit, je hebt niks gezegd waar ze je op kunnen pakken. Uh, en, en, en ja, ik herken dat. Ik heb ook zo'n dingetje getekend in 2016. Voor welke zender was dat? Ja, voor TNG, voor Veronica. Ja. En... en maar ja, ze kunnen je toch niet de rest van je leven lang de mond snoeren, denk ik. Als jij nou ooit eens je autobiografie gaat schrijven als je 65 <laughs> bent, dan mag je toch nou. wel iets opschrijven over hoe je dingen ervaren hebt. Ja, maar ik heb dat wel gedeeld met mijn beste vrienden. En die hebben mij ook raad gegeven. En mijn psycholoog. Nee. Maar dus ik heb daarmee daar, daar gedeeld. En. Uh... Ja, als er een deur dicht gaat, gaan de andere deuren Dat open. is ook zo. Oh, weer zo'n cliché. Gooi ik ben hem er een wel beetje in. veilig ben ik aan het praten. Nee, Merk maar ik snap dat. Ik zeg normaal gesproken veel meer als ja. het gaat om een radio. Nee, maar als je dat hebt afgesproken met elkaar, ja. moet je je daar ook aan houden. Precies. En je hebt nu niet teveel gezegd, we doen Barry. De lieve groeten. Ik, vond hem ook ik vind hem ook veel meer geschikt voor. Uh, nou, laat, nou hou ik het even bij mezelf. Ik, mm -hmm. vind hem ook veel, ik vind hem veel meer geschikt voor de middag. Omdat ik weet ook wat voor een vijf nummer het is. En ik weet wat de ochtendshow van je vraagt. Daar moet je je hele leven zeven dagen per week op inrichten. Ja. Ja. En als je inderdaad in het weekend pas op een tijdstip in bed komt. Wat ik ook nog had met Drive-In-shows. Dat je op maandagochtend al eruit moet. Ja, dan zie je al wat, wat, wat voor een knik, rare knik je maakt. Ja, ja hè? dat is killing. Ja, killing, absoluut. Ik weet wel van Veldhuis, die, die sliep dan nog wel eens een paar uurtjes na een drive-in show in, in zijn busje op de parkeerplaats. Ja. En hup daarna door. Ik ben niet kapot te krijgen, maar dan denk ik, dat is naar je luisteraar toe toch. Die hoort dat aan je stem. Die voelt dat die energie niet 100% in orde is goed genoeg daarover maar wel hard voor de zaak dat sowieso en als je, en als, je, als, je als je als je jong bent en je hebt geen gezin om uh, uh, naar naartoe te kijken dan ligt dat ook wel weer een beetje anders overigens ja. gaat het ook gewoon om goed inrichten want toen ik die ochtendshow deed toen, ja hoe deed uh, je dat uh, nam je de kinderen mee nou ik heb ze al twee keer meegenomen oh leuk ja superleuk uh, het was een was een dag dat uh, de studiedag oh ja toen zei ik tegen Bar, oh, leuk idee, neem ik gewoon mijn kinderen mee. Ja. Ja. Kinderen op de radio, als je ze een beetje goed voorbereidt, doet het natuurlijk altijd goed. Ja. Uh, nee, maar ik, ik had het gewoon goed geregeld. Ik had een au pair in huis. Mijn man was er door de week niet. Die woont in Zwitserland. Ja, nog steeds? Ja. Gaan we het zo ook over hebben? Uh, hij is nu natuurlijk meer thuis vanwege corona. Ja. Maar dat gaf mij juist een bepaalde vrijheid. Dat ik gewoon om acht in haar bed kon. En uh, geen rekening met hem hoefde te houden. Dus eigenlijk werkte dat heel erg goed. Ja. Dus ik had het eigenlijk allemaal best wel goed op. Voor elkaar. Mag ik iets, iets vrouwenvriendelijk zeggen? Je mag me schoppen onder de tafel. Oké. Okay. Maar... Oh nee, hoe moet ik dit nou zeggen zonder dat we er commentaar op krijgen? Maar... Omdat ik, ik ben nogal lui van aard. Hè. Laat, ik, laat ik dat voorop stellen. En, ja. Dus als ik in jouw positie was, zou ik denken, die radio, die kan maar wat. Ik heb twee leuke kinderen. Ik schrijf columns. Ik doe podcasts. Ik maar doe... zou je het toch nooit tegen een man zeggen? Nee, ja, ik weet daarom kondig ik het. Daarom okay. kon ik dit al eens aan dat vrouwenvriendelijk... Okay waarom haal je dat toch allemaal op de hals? Want ik weet ook hoe het, hoe, hoeveel werk het is om, om kinderen goed op te voeden. Ik zie dat op je Instagram-stories vaak. Dan denk ik, nou, dan zit ze weer in de auto naar, naar de sportvereniging... dan zit, moet ze weer daar naartoe. En hebben naar McDonald's en dan ik dit en dan, dan denk ik, oh. Ja, maar wij gaan ook vliegtuig spotten. En vooral heel veel paardrijden. Ja, nou, bijvoorbeeld. En dat doet, doet hun vader doet dat ook. Nee, wij hebben wel een 50-50-rol in huis. Oké. Okay. Dus dat kan juist. En, ik, 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 en dat, dat geldt voor mensen uh, en dus ook voor vrouwen... Dat, ik haal wel een, een deel van mijn persoonlijkheid en persoonlijke geluk uit het feit dat ik werk. Nee, dat snap ik. Dus. De, maar de voor het geld zou ik. Oh, je... Ja, maar dat vind ik ook ja, wel. Want ik wil gewoon mijn geld verdienen. Echt? Tuurlijk. Ja, maar je zou het niet hoeven doen. wel. Je hebt toch een rijke man. Maar als die rijke man morgen bedenkt van... Oh, uh, ja. Ik heb een hele leuke zwitserse koe aan de haak geslagen. Ja, dan zit ik daar. Ja, we zijn de gemeente getrouwd. getrouwd. Dus ze komen wel goed. Ja. Maar nee, nee, dat, dat, nee, daar zit we echt niet in. Het dus iets, maar er is iets intrinsieks. is ja, dat Ja, maar dat snap ik ook. Dat heeft niks met... Uh, nee. Niet maar niet. Dat, ja, goed maar, goed maar ik vind wel. het wel als heel irritant als mensen dat ik zeggen. Ik weet het. Daarom... En ik zal je eerlijk zeggen. Ik heb dus een Louis Vuitton tas. Ja. En uh, ik ging dus naar dit interview. Toen dacht ik, oh, ik ga even een andere tas hier ja? meenemen. Want anders... Ja dacht ik, nee, doe ik niet. Toen gaan we loopt, ja. ja, Maar je mag je mag gewoon lekker laten, Ik laten, heb er hard voor gewerkt. Ja, laten zien waar je blij van wordt. Ja. Ik wil nog even naar Zwitserland. Want daar heb jij radio gemaakt bij de Zwitserse variant van Fun X. Ja. Een, een hiphop R&B station? Ja, meer hiphop nog. En hoe heette dat? Jam on Radio. En wat deed je daar? Ja, uh, mocht ik zelf weten. Dus dan had ik bedacht, uh, oké, okay, ik ga gewoon een middagprogramma maken. En dan heb ik op Facebook gezet... Wie wil met mij een programma maken? In het Engels... Nou, toen kreeg ik een hele leuke Amerikaanse jongen die een Zwitserse moeder had en Amerikaanse vader, Alex, wijst leuke gast. Uh, en we gingen gewoon een middagshow maken, twee keer per week. In het Engels. In het Engels. Is dat heel lastig? Nee, helemaal niet. Nee, nee maar ze vergeven je heel veel. Uh, ik heb het ook nog in Duits gedaan bij een andere radiozender. Echt? Ja, met een andere Patricia, dat is Patricia en Patricia. En toen was mijn Duits was nog echt zeer slecht. Maar ze vonden het fantastisch, want het was een soort van associatie met Sylvie Meis. Oh, ja, ja, ja. En en het vond alleen maar zo oh, so zuus. Zo so zu yeah. Dordsprech. Ja, dat is... En werd daar een beetje naar geluisterd, naar die stations? Natuurlijk nee, niet. Nee? nee? Nee, dat was, een half, dat was gewoon helemaal back-to-basic. Hobbyër? Ja, echt hobby. Ja. Nou, uiteindelijk kreeg ik vaak wel via LinkedIn, dat was wel leuk, toch via expats. Kreeg ik vaak uh, van, oh, ik luister altijd, superleuk. Ik was op een gegeven moment als ik een chart begonnen, mocht ik gewoon zelf ook weten wat ja? er in de top 10 stond. Dat is ook leuk. Dat altijd G-Eazy zat erin, want daar was ik gewoon fan van. Uh, en dat werd toen wel op een gegeven moment beluisterd, daar kreeg ik wel echt wel feedback op. Ja. Dus dat is een mooie ervaring. Toch hè? Als ik jij nou zo weer een uurtje spreek, denk wat je, en, en dan klinkt weer heel sluim, dan denk Wat ben je toch echt gewoon een leuk wijf? En hoe kan het dat ik dan dat ik dat vergeten was? Uh, nou, omdat we elkaar 15 jaar niet hebben gezien. Het is waar, maar zo zie je ook maar weer hoe, hoe bijvoorbeeld alleen maar Instagram stories mm -hmm. of alleen maar van de verhalen, of alleen maar van de radio, zo'n eendimensionaal beeld van iemand geeft. Ja. Nou ja, maar ja, dat is voor ieder voor zich om dat uit te vinden. Um, ik op Instagram, want toevallig kwam ik Richard Kemper tegen. Die woont in dezelfde buurt als ik: Veldhuis en van Kemper. en Kemper. Ik kwam ik van de week tegen in Albert Heijn hij zegt. Nou, dat leef van jou. He. Dat leeft van ja, jou. Als jij je dat ziet, dan denk je echt dat is diva, dat is diva-kwaliteit. Je ja, hebt ook altijd over diva. Maar wat is een diva? Voor ja. Jou? Diva is voor mij iemand die, die toch in de upper class leeft. Ja, maar upper class, wat, wat is? Gewoon ik heb een tuin. Ik heb een tuin. Ik heb twee gezonde kinderen. Ja, maar je ik heb een, hebt een man. enorme keuken. Je hebt zo'n zo nou. keuken, zo'n kookeiland in het midden. Maar Geef Ikea toe. Je kan je hele grote keuken kopen hoor. Geef toe. <laughs> <laughs> je ziet er altijd Pico Bello uit. Mag ik alsjeblieft ook nog weer eens een foto van jou zien in pyjama zonder make-up? Mag dat? Nou, ik heb vandaag. Dat nee, ja, allemaal zonder make-up. Ja. Heb je gezien? Eerlijk is eerlijk. Ja, oké, okay, maar dat heb ik dan misschien overheen gekeken. Ja ja, 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 ja. Nee, maar het is heel makkelijk om iemand daar in zo'n hoek te zetten. Nee, maar, en, maar dat bedoel waar ik. Ook we ook het niet. over hebben gehad, je weet hoe het gaat. Ja, ik... Mensen zijn heel snel met oordelen. Ja. Ik ook. Ja. Maar jezelf gewoon uh, leuk aankleden... lekker in vel zitten... en uh, ouder worden... Nou, dat, is, dat, is, dat is een opgave. Ja. En ik denk dat ik daar best wel... ik ben lekker bezig. Maar dan... ik mis nog wel wat. En dat is die baan radio. bij de radio. Ja. Zou ja. het dan met jaloezie te maken kunnen hebben? Nou, dat, dat kan ik dan beter aan jou vragen. Nou ja, daar zit ik over na. Ik. ik ben natuurlijk geen vrouw... maar ik denk dat als ik een vrouw van jouw leeftijd zou zijn... En ik zou jou dan inderdaad... je you showt je body ook, hè? ook wel eens op het strand en zo. Ik, ik zou daar wel jaloers op kunnen zijn. Nou, dank je. Dat ik neem ik, het als een compliment. Ja, nee, maar de, nee, ik bedoel het ook niet de, als verwijt of zo. Maar ik, we, kwam, we kwamen op deze vraag... want ik je, vroeger bent bij onwijs leuk wijf. En dan denk ik van, hoe komt het toch... dat ik maar zo'n eendimensioneel beeld zie van iedereen? Want dat is, geldt niet alleen voor jou. Ja, maar ik had van jou wel meer verwacht. Zeker de laatste jaren. Dat ik, dat, dat ik daar doorheen zou prikken. Ja. ja, dus daarom denk ik altijd... als jij die column schrijft... Ja, Patrick... Schaan, het is een act. Het is fijn, mm -hmm. het is ook een act. Want je bent ook heel aardig, tuurlijk. En in die columns ben je echt fucking onaardig. Nou, vaak snoei snoei hard, maar dat komt ook omdat ik noem het me... gewoon fucking onaardig. Ja, dat mag ook, <laughs> maar dat komt omdat het me ook heel erg aan mijn hart gaat. En ik vind dat toch soms mensen op plekken terechtkomen om de verkeerde redenen. Maar waarom ga je dan zelf niet uh, ergens als programma <laughs> nou, directeur ergens zitten? Ja, dat is, ik denk denk ik daar weer te weinig geduld voor heb. Ik ben, natuurlijk, ik, heb, ik ben een combinatie van allerlei factoren die heel moeilijk te uh, combineren zijn. Dus zullen we zeggen lui, maar ook perfectionistisch. Mm -hmm. um, maar waarom ben je lui? Omdat je laat wakker wordt? Of? Ja, dat. En als maar ik, dat is ook niet per se lui. Mensen kunnen s'avonds heel veel werk voorzetten. Nee, ja, dat is waar. Maar als, je, als, je, als ik weet dat dit en dit en dit moet gebeuren, dan denk ik, ah laat zitten, joh. Kijk of iemand anders dat in zijn maag kan splitsen. Dus dat is al geen goede eigenschap voor. Maar langs de andere kant kan ik ook weer helemaal niet goed samenwerken met mensen. Ik ben een loner. Dus langs de ene kant denk je van ja, ik zou het liefst alles delegeren. Maar ik wil met niemand samenwerken. Snap je een beetje de, de spagaat waar ik iedere dag in zit? Maar kon je dat ook <laughs> niet bij Veronica? Was ook lastig. ja. Ik had en wie dan, had je als producer bijvoorbeeld? Uh, Bas Dokter. Ah, die ken ik toch ja, die niet. was wel oké. Okay. Met Jan Paparazzi ging het goed. Maar die heeft natuurlijk met Jens samengewerkt. Dus ik, die, als je met Jens moet ja, ja, samenwerken, kun je iedereen, met iedereen samenwerken? samenwerken. Ja. Maar ik heb mezelf wel opgebrand door op een gegeven moment bij Veronica ook te zeggen: ik hoef geen producer, het zijn alleen maar stagiaires die hier rondlopen. En. Kijk, daar ben ik wel eens benieuwd naar hoe jij dat ziet. Vind jij dat je radio kunt leren? En mag je op een gegeven moment ook van degene om je heen verwachten... dat ze zichzelf ja, bijspijkeren, jouw niveau aantikken? Of zeg je iedereen is welkom bij de radio? Uh, um, lastige vraag. Ik denk dat mensen zich wel kunnen ontwikkelen. Uh, maar daar moet tijd voor zijn. En daarom is een stageplek heel goed. Hmm. Want bij een stage kan je gewoon heel goed zien... zit het erin of niet. Sommige mensen konden wat later uit, maar net als mensen met de horeca. Je hebt het in je zit of je hebt het niet ja. in je zit. En dat geldt, denk ik, voor veel beroepen, maar zeker voor, ook voor de radio. Maar frustreert het jou dan nooit? Als jij dan iemand op de radio hoort, of iemand productie ziet doen, of iemand hoort sidekicken. Tuurlijk. En dat je denkt, ja, maar potverdomme, ik zit hier met mijn 20 jaar ervaring. Ja. En jij mag het gewoon voor het eerst gaan doen op een landelijke zender ook nog. Nee, dat nee, dat, nee sorry. Dat, nee. dat nee, heb ik echt niet. Nee, ik denk wel heel vaak. Uh, ik heb bijvoorbeeld de laatste tijd bij 538, zit ik veel over na te denken. Mijn kinderen zeggen altijd, mam, doe 538 aan. Want daar hebben ze alle TikTok-liedjes. Oh ja. Ja, hoge rotatie, gewoon hit radio. Ja. En ik denk, ja, onze generatie, de millennials, ja, die, die radio, je moet ze wel weten vast te houden. Mm. We zitten op, 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 op een cruciaal punt. Ja. Ik zag dat Mark LeBrand het zo zat te praten, dus ik voelde uh, mijn hand naar okay. beneden ja. houden. Uh, dus pak die jonge generatie dan mee. En bijvoorbeeld, een Radio, radio 538 heeft echt de kans om dus die generatie alsnog te grijpen ja. als het fenomeen radio. En daar denk ik dan, daar maken ze te weinig gebruik van. Door de content die ja. ze brengen, toch wel mannelijk. Uh, daar zou ik dan, daar denk ik dan wel eens over de laatste tijd van, oeh. Daar zou jij iets in kunnen brengen. Nou, doe er wat mee. Hmm, Oké, okay. en vind jij dat je over je kinderen mag praten op de radio? Tuurlijk. En deed jij dat ook veel? Nee, want ik weet nog wel dat bij Q was ik van mij de enige met een baby. Uh, want we hadden Wim van Helden, je had Menno Barreveld, hmm. je had natuurlijk Matti, Pietse, ja. Joep, uh, die, die hadden allemaal geen kinderen. Ik zou zeggen, melk dat uit nu? Hmm? Nee. Als je op de radio bent, dat is toch een onder, het belangrijkste onderdeel van jouw leven op dat moment, waar jij toch allemaal, hè, je hebt toch niet voor niks het dagboek van een mama later uh, gedaan, maar dat mocht bij Q dus niet. Of... Nou, niet dat het niet mocht, maar het werd ook niet uh, toenertijd heel. Nou, dat gaat zo niet waar, want op een gegeven moment hadden Jeroen en ik wel dat item van uh, wat zegt Maria. Ja. Dus dat lag ook meer, meer aan mij. Dat lag aan mijn eigen onzekerheid. Dat, wil... dat, wat als je moeder bent, zit je wel in een keer, ga je in één keer over een bepaalde drempel. We hebben het natuurlijk ook nu over tien jaar geleden. Het stond wel in de krant, zag ik. Dat ik moeder was. Dat jij moeder werd voor de tweede keer, geloof ik. Dat heeft het AD of een of andere. Ja, kant en shownieuws. Ja, shownieuws. Boulevard aan ja, nou, het, was het. Ja. Maar Als nu, maar als, reken maar, als nu Marieke zwanger wordt, dat het wereldnieuws is. Nou, Eva zwanger. Nou, hier, dat haalt ook, dat haalt ook de Tuurlijk. pers. Dus dat kun je dan toch ook letterlijk uitmelken. En dat is ook heel goed voor de positionering van de vrouw. Ja. ja dat dus inderdaad zwanger zijn, het zwanger worden, heel goed in het arbeidsproces meegenomen kan ja. worden. Want het heeft bij jou nogal wat voeten in de aarde gehad, hè? Ja. Eer, voor de eerste keer zwanger worden. Of Tweede, allebei. 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 Ja, maar Fedra lag in de vriezer. <laughs> Die was een cryo. I IVF. Ja. We gaan niet zeggen wat het voor staat. Kunnen mensen googlen? Je hebt daar ook een boek over gemaakt. De labbaby. Ja. ja. Ik zeg het dan toch, maar omdat hier staat in vitro fertilisatie. Um... In een petrischaaltje eigenlijk. Ja, en dan wordt dat met zo'n spuit, heb ik dan wel eens op tv. Ik heb die documentaire, de zaad van Kabaat, gezien. Daar moet ik dan nu aan denken. Maar dat is een hele vieze vergelijking. Die man die heeft natuurlijk als dokter gewoon heel veel oh, vrouwen bevrucht ja, ja, ja. met ja. zijn eigen zaad. Of vind ik fascinerend ja. dat soort verhalen? Ja, dat echt... Als ik man zou zijn geweest, dan, nou, nee, zou ik dat niet doen. Nee, maar... maar je zou er op zijn minst een keer over fantaseren. Ik snap dat ook wel <laughs> ja. op de een of andere manier. Maar waarom was het? Ik bedoel, nee, wat is dan nou een goede vraag over eigenlijk? Wat, uh, het was lastiger voor mijn man dan voor mij omdat ik ben gewend om een op boek te zijn. En ik, ja. vind het, ik vond het heel prettig om daar toen al veel over te praten. Mm -hmm. Daarom heb ik ook het boek geschreven. Ja. Want als ik dus zei: nou ja, we zijn verminderd vruchtbaar. In één keer was de beste vriendin van beste vriendin. Ja, wij hebben het ook. Je ja. hebt er nooit wat over ja. gezegd. Dus ik zie dat ook nog steeds als iets wat. ...ik In het leven moet doen, is dus gewoon heel open zijn, zodat andere mensen daardoor ook meer openen en het gesprek het dialogen aangaan. Dus dat is ook de reden geweest. Heel goed, want in, in familie, mijn schoonfamilie, daar speelt dit nu ook. En iedereen wist het al drie maanden lang ja. dat het niet lukte op de natuurlijke manier. En maar daar werd niet over gesproken. Dat was, was, en het werd heel krampachtig, want het woord baby mocht niet eens meer vallen, want dat was meteen spanning en. Waarom zit daar zo'n taboe op? Wat is dat? Uh, nou, ik denk dat ieder koppel natuurlijk voor zichzelf moet weten. Net zoals sommige mensen gaan ook niet vertellen wanneer hun afrijexamen datum is. Oh, dat maar... is nou, lekker belangrijk. Ja, je bent bang eens achter als achteraf iedereen gaat vragen en en en. En hoe was het? Ja. En ook daarin moet iedereen het zelf weten. Net zoals dat mensen niet vertellen dat ze zwanger zijn tot drie maanden, tot die veilige oh, grens. Ja. Ja. En ik denk alleen maar ja, maar als ik dan een miskraam heb gekregen voor die drie maanden en ze weten het allemaal niet. Hoe weten mensen om me heen dan dat ik verdrietig, mm. zagrijnig, kort ja. lontje heb? Ja. Maar dat, ja, dat ligt voor iedereen zo persoonlijk. Ik, ik vertel het wel. Praat je er nog veel over, ook bij uh, Good Life Radio, waar jij... Uh, uh, of... Mooie bruggetjes, ja? Patrick. Mooie ja, leuk, bruggetjes. hè? <laughs> ik weet altijd wel weer ergens een afslag <laughs> te nemen. Uh, praat ik daar veel over? Nou, bij Good Life Radio maak ik dus het programma Let's Talk About Sex. Ja. Heb ik IVF nog niet behandeld? Ik zou kunnen nog. Ja, ja, ja. ja. En um, je kinderen weten dit natuurlijk ook? Uh, ja, en ik, ze zijn ook eigenlijk tweeling. Hè? Want ze zijn. Uh, van dezelfde eicel? Nou, ze zijn niet van dezelfde eicel, maar wel van dezelfde maand. Oké. Okay. En het zijn dus twee, uh, twee eigen tweelingen is het. En Maria is toen bij mij teruggeplaatst, die is geboren. En Vedra is toen de vriezer ingegaan en die is drie jaar later geboren. Maar ik had natuurlijk precies die embryo, had ook drie jaar eerder geboren kunnen zijn. En Maria dus drie jaar later. Dus dat hele fenomeen. En dat je, vinden ze heel spannend. Hoe je, leuk hoe je erover praat. Ja, waarom vinden ze dat spannend? Dat een gek idee is. Nou, omdat ze natuurlijk drie jaar verschillen, maar eigenlijk ja. zijn ze tweeling. Omdat, de, ja, op hetzelfde moment zijn ze uit jou gehaald. Ja, precies. Ja. En bevrucht dus. Ja. het sperma van mijn man. Ja. En hij vond het overigens heel erg moeilijk. Hij zei elke keer, ja, ik ga naar de tandarts, weet je op werk. Oh, uh, ja. Ja. En, en dat, heeft, dat was maar ook echt een reden. We hebben echt avond en avond gepraat. Dat Ik zei ja, maar liever, ik wil gewoon dit delen met onze ja. vrienden en familie. En hij wilde dat maar niet. Het is niet het enige wat je deelt. Je deelt ook bijvoorbeeld dat jullie relatietherapie ja. uh, hebben gedaan. Ja. En dan niet op het moment dat het kut ging, maar op het moment dat het goed ging. <laughs> nou, Kun je ja. me dat nog eens uitleggen? Ja, ja. Nee, ik weet, bij Jeroen en ik bij Q hadden ooit een relatietherapeut aan de telefoon. En die sprak toen de magische woorden. Iedereen die bij mij binnenkomt, elk stel is eigenlijk te laat. 9 van de 10 of zo klapt alsnog, hè? Alsnog. En ja. dat heb ik toen zo onthouden dat ik dacht: ja, ja, ja. ja en tegenwoordig neemt iedereen een coach. Hè? Gewoon een cheerleader voor in het leven, mm -hmm. waar ik heel erg voor ben. Toen dacht ik: ja, waarom neem je niet een coach voor je huwelijk? Ik bedoel, we hebben corona achter de rug. We zijn ook al 16 jaar samen. Wauw. Wow. <laughs> ja, lang. Ja. Um, dus toen dus zijn we daar naartoe gegaan. En ik moet je eerlijk zeggen ja, dat heeft eigenlijk wel eens vruchten afgeworpen, dus ik kan het ja. iedereen aanraden. En dan praat je dus ook over in je radioprogramma Let's Talk About Sex. Ja, want ik praat overal over als het nodig is. Ja, maar je kadert het natuurlijk wel in seks. Maar ja, seks hangt met alles samen natuurlijk. Uh, ja, maar ja, nee, ja, als ik ga kijken naar uh, dat radioprogramma op Good Life Radio, dan mag ik dus ook alle onderwerpen uitzoeken die ik ja. zelf leuk vind. En gasten uitnodigen. Ja. Wie, en gasten uitnodigen. Wie heb je allemaal zo gehad? Um, nou, ook heel divers. Ik heb bijvoorbeeld uh, de vrouw uh, te gast gehad die, die de Womenizer in Nederland vertegenwoordigt. Dat is dus die vibrator met. Ik ken hem niet. Nee, ze, Laura Staal heet ze. Nee, die vibrator was ik even. Nou, effecteer. de Womenizer. Ja, nou, ik ken hem ook niet totdat mijn vriendin daarover begonnen. Maar dat normale vibrators die vibreren. Ja. En dit is een, een, een vibrator, maar die heeft een luchtdrukfunctie erin. Oh, die pompt. Die, ja, die pompt, zeg maar. Ja. Klinkt logisch. Ja. <laughs> Nee, dat, zo klinkt dat logisch. Nee, dat, omdat dat seks is normaal toch ook. Uh, dat uh, wordt het ook gepompt okay. of verzopen? Nee, ja. ja. Het is ja. wel pompenverzuim ja. soms, maar dat terzijde. Uh, nee, maar met haar kan ik dus daarover praten. Maar dan hebben we het ook over de ontwikkeling van de uh, vibrator. Maar ook vraag ik aan haar: van, als jij op een verjaardag zit. Uh, iemand vraagt ja, joh, wat doe jij voor werk? Hmm. Ja, dat moet je toch elke keer zeggen: joh, ik zie vibrator. Ik neem aan dat iedereen aan je lippen hangt. Maar nogmaals, ik praat ook met een, met, een, met een, Bradby heet ze, en zij heeft een bedrijf gestart om vrouwen te helpen meer salaris te vragen, okay. onderhandelen, omdat vrouwen zijn nou eenmaal minder goed in onderhandelen voor zichzelf. Wel weer voor anderen. Dus neem wel vrouwen aan in je bedrijf. Want voor je bedrijf kunnen ze het heel goed. Maar voor zichzelf zijn ze er niet zo goed in. Mm. En zij helpt die vrouwen weer daarbij. En dat heeft ook. Want ik heb Let's Talk About seks. Met een eetje erachter. Zo ook letst ook bij seksen. Dus gender. Ja. Dus ik kan eigenlijk alle kanten op gaan. En dat maakt het heel leuk. Uh, om dat te doen. Ja. En het wordt dus live uitgezonden bij Good Life Radio. Dat is een online station. Ja. Onder de radiofabriek Vlaggen. Ja. YPCA. Maar de podcast is dus binnenkort ook bij Apple te vinden. Nu al op Spotify. Toch? Jij moet echt mijn manager worden. Ja, nee, ik, ik onthoud dat soort details. Nee, jij moet natuurlijk sowieso terug op de radio. Ik zit alleen te denken hoe we dat... <laughs> hoe we dat nou gaan fixen. Ja, dat is toch... Maar heb, je, heb je dat soms... Dat, dat vind ik dan nog wel eens, maar dat is misschien ook mijn kinderlijkheid. Dat vind ik soms zo oneerlijk. Ik denk, sommige programmeringen zouden er gewoon... Als ze echt eerlijk zouden zijn, zouden ze er gewoon anders uitzien. Omdat hoe het bedoel ook... je dat? Nou ja, ik, ik kijk naar radioprogrammeringen, en dan weet ik weer... Ja, die is een vriendje met die, dus die heeft weer een goed, goed wit voetje bij hem gehaald. Daarom zit hij daar. Ik denk, nee, als je nou nou eens een programmering zou maken... net als het Nederlands elftal. Gewoon zeggen, we nemen gewoon de beste... Ja, 5 3 2, We nemen de best, beste mensen voor op het middenveld. We nemen de beste mensen voor in de spits. Zo, zo zou het toch eigenlijk... Zo simpel is het. Ja. Nou ja, zeker. Ik denk dat wel... Uh, waar wij als radiomakers rekening mee moeten houden... en zeker radiomakers die al uh, een tijdje meelopen... is dat als er een nieuwe programmadirecteur... bij een station komt te zitten... in mijn ogen... Misschien zou ik hetzelfde willen doen hè. Die willen toch het liefst hun eigen talent kweken. Ah, dat het op hun afstraalt. Kijk eens wie ik ontdekt heb. Dat is zo. Ja, dat gebeurt. Uh, en dat geldt zeker niet voor, uh, voor uh, alle radio maar dat geldt wel voor een aantal. Mm. Um, ja, is dat een excuus? Nee, eigenlijk ook niet. Ik moet gewoon gaan solliciteren. I have to go out there. Nee, maar volgens mij doe je dat, doe je dat al. Maar ben je inderdaad... Als ja, maar wel te weinig. Je, ja, maar je krijgt wel de deksel soms op je neus. En dat is gewoon niet leuk. Vooral omdat je, dat je, dat het misschien toch een beetje onrechtvaardig voelt. Misschien is dat de reden waarom ik ook denk van... nou, fuck het, fuck het maar. Want uh, ik, weet je, ik weet wat ik waard ben. Misschien klinkt het arrogant. Ja, maar dat denk ik dus niet. Ik denk dat eerder mijn onzekerheid een ja? grote rol speelt... dan dat ik denk, ik weet wat ik waard ben. Ik hoop... Ik zou die uren die, die, die wij hebben gemaakt bij 100% NL... dus tussen zes en zeven... en die kolom die ik daar maakte... Mm -hmm. Daar ja, ben je trots op? Zeker, ja. ja. En die zou, ik, die zou perfect passen bijvoorbeeld bij de ochtend van Radio 2. Mm -hmm. Bij uh, Jan-Willem en Jeroen zou die kolom super goed passen. Want die, ik pakte altijd een, een actueel item. Ja. En, en, en we hebben vaak gehuild. We hebben vaak gelachen. Maar daar kwamen wel zoveel reacties op. En daarvan denk ik wel... shit, heeft niemand dat nou gehoord? Snap niet nu een programmadirecteur... Ja. dat dat eigenlijk best een mooie aanvulling kan zijn... op een programma. Ja. Maar aan de andere kant... ik ben zelf ook niet mee gaan leuren. Ik heb ook als eens gedacht... Oh, ik moet eigenlijk gewoon Jeroen vragen. Hè, op zaterdagochtend. Ja. Past die column perfect? Maar dan ga ik met Jeroen eten... En dan durf ik het gewoon niet te vragen. Nee? nee. Wat houd je dan tegen? Ja. Want het is een hele toegankelijke man, die Roen. Nee, ja, ontzettend. Nee, ja. Ik ken hem al jaren. Hè. Weet je, we zijn buddies. Ja. Ja. Maar dan, ja, dat durf ik dan toch niet. Hmm. Dus dan toch een manager, want die ja. kan het namens jou voorstellen. Nou, misschien is dat de oplossing. Ja, maar ja, vraag het maar niet aan mij, want ik ben dan weer als iemand dan nee zegt, zeg ik van beter ook een rotte vis. Ja, nee, doe maar en dan niet. blokkeer ik hem. Ja, <laughs> nee. Doe maar niet, doe maar niet. Maar uh, Patrick. Ja. Uh, oh, we, gaan, we draaien nu de rollen. We om. draaien nu even de rollen. Hoe lang om. hebben we nog? Ja, dan hebben we nog heel lang. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, maar hoe ziet jouw komende jaar eruit? Mijn komende jaar. Ja. Nou, ik hoop gewoon een beetje hetzelfde als nu. Podcast. Podcast, uh, kolompjes, dit soort interviews. Wie is je volgende gast? Volgende gast voor uh, de podcast Leven Zonder Stress. Ja, is een supergoede podcast. Oh, Echt complimenten. Wouter van Noord, een journalist van het NRC... die ik al heel lang graag wilde spreken... en die een paar keer nee zei. En nu komt hij. Oh, fijn. Zo kan ik hem blij om worden. Ja, en op radiogebied, ja. Weet je, maar... Ik zou toch nog eens met Rob bellen. Ja, dat zeggen meer mensen. Maar... Ja, doe het toch gewoon. Ja, maar weet je wat het bij mij ook is? Hm? De laatste keer dat ik in de buurt van een radiostudio kwam... dat is wel weer drie, vier jaar geleden... want ik neem mijn programmaatje gewoon hier op voor Wild. Hm. Kreeg ik bijna een paniekaanval. Dan moet je je voorstellen hoe heftig dat kan zijn. Als je iets jarenlang met plezier gedaan hebt. En je komt in de buurt van een radiostuur. Radio 2-studio was dat. En ik voel gewoon helemaal zo... Ja, wat? heel vervelend voor ja, je. wegwezen daar. Dat is de plek waar je ziek bent geworden. Maar is het ook niet een beetje een, 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 een schild geworden uiteindelijk? Ja, dat kan ook. Maar ja, dat komt ook omdat ik, ik vind toch radio... Je moet sterk in je schoenen staan. Wil je het iedere dag... Topprestatie kunnen leveren. Zeker. Toch? Het is zeker topsport. Ja, het is echt topsport. Ja, maar dat maakt het ook weer zo begeerlijk. Om het te, om ja? het te doen. En om, om, om part of it te zijn. Ja. En ook ja, om het te doen. Om erbij mm. te mogen. Hoe, om daar een deel van uit te maken. Ja. Fantastisch. Ja, je hebt nog steeds die drive. Hè. Ik. Ik heb dat niet meer zo merk ik. Volgens heb... mij je het stiekem. Ja? wel, maar ja, dat durf kan ik niet te zeggen. Dat kan, ik weet het niet. Ik had het ook heel logisch gevonden. Er zijn niet op Veronica een paar uur in, in het weekend programma. Ja. Want jij, ik sprak je net, dacht ik, oh ja, dat heb je over weer een prettige stem. Nou dankjewel. Dat is eens gelijk. We gaan samen bij Veronica iets doen, schrijf ik hierop. Oh Ja, dat kan ook nog. <laughs> dat kunnen we ook Maar nog wel doen. als co-host dan, hè? Ja, dan kan nee, dat kan. Maar dat is ook zo, hè. ik ja. heb wel gesolliciteerd als, als producer. Oké, okay. Ja, maar dat, dat denken ze ja. Waarom? Gewoon boom op die zender, man. Ja, maar als hij iets organisch weer moet groeien. Ja. I'm, I'm fine with that. Ja, we zijn hier al vijf hier aan het lullen. En, en jij, jij bent intelligent. Je kan een gesprek voeren. Dat is ook al wat waard. Je kan een verhaal vertellen. Volgens mij ben je er dan al voor 50%. Maar goed, ik denk soms ook wel eens: hoe meer wij dit nu zeggen. Mm. Vaak moeten programmeleiders, wat jij ook zei, die willen zelf op het idee komen dat ze, noem maar wat, jou en mij iets uh, raar een programma zouden geven. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, aan de andere kant weet jij ook dat als iemand goede content aanlevert, dat je echt denkt: yes, dit moeten we hebben. Nee, makkelijk ook. Oh, snap je? Dan kunnen we dat weer afvinken. Ja, Ik was al heel blij dat er zo iemand uit zichzelf zo'n mail stuurde van: uh, we gaan een camping openen waar alleen maar blote mensen met elkaar mogen daten. Wil je daar een item over doen? Dat ik altijd dacht: ja, ja die nou, hebben dat, 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 dat scheelt er vijf minuten zelf ja, zoeken. Ja, ja. Dus aan de andere kant, als je zelf Content aanlevert, dat is waar. Kan het ook zo zijn, uh, en misschien uh, moet de onzekerheid daar. Ik moet gewoon die nee durven te verdragen. Ja, daarmee ken ik het. Maar op een gegeven moment, ik weet op een gegeven moment doet het ook zo'n zeer of zo. Weet je wel, omdat dat de, wat jij zegt, je wordt steeds echter. Dat is wat ze ook willen bij de radio. Ze willen iemand die niet een vars een masker opzet, ze willen iemand die echt is. Maar ja, dan weet je ook dat als het dan geprikt wordt, dat doet ook tien keer zoveel zeer dan gewoon. Ja, ik, maar ik denk dat ik daar nu wel mee om zou kunnen gaan. Ja, ja ik ben wel gegroeid, zeker door het ja, hele 100% NL, uh, ja. verhaal Ik ben daar wel door gegroeid. Okay. So I can handle it. Ik heb uh, liefde. Paarden moeten we nog even over hebben. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Want ik ben gisteren nog mee geweest naar de stal waar mijn vriendin de paard heeft staan. Heeft hij ook een eigen paard? Die heeft de pinto, dat zegt jou wel iets tegen. Ja, dat heeft waarschijnlijk kleurtjes. Ja, wit, wit ja. geflekt. En, uh, maar die is nog drie, dus ze mag er nog niet op rijden. Oh, wat leuk. En het, uh, Hoe heet die? Door, uh, Kaya. Ja, Mary. Dus ik zag bij jou dat zie ik natuurlijk ook, maar jij springt ook echt met een paard over een hindernis heen en zo. Eventing heet dat. Oh, ja, sorry. Dat noemden ze vroeger crossen. Ja. En uh, tegenwoordig noemen ze dat eventing. Ja, dat is adrenaline van hier tot en met hier. Ik ga met buikpijn, ga ik naartoe naar een kliniek. Dat ik echt denk, ik ben een verhaal van 42. Ik hoef dit niet te doen. Waarom ja. doe ik dit? Ja, en dan ga ik op mijn paard zitten. Ik heb een groot wit schimmel. En uh, dan ga ik over die hindernis heen. En uh, dat betekent dus hindernissen in het wild. Dus boomstammen, water, dat soort zaken. Ja, dat is zo kikken. Dat is ja. En ook heb je hey, dan moet pakje je aan. aanspreken. Ja, nee, He? absoluut. Als iets kikken is. Je hebt ook een, een, een helm op. Ja, dat moet. Ben je nooit gevallen dan? Nee, ik ben van mijn paard nu. Klop het even af. Ben ik niet gevallen? Uf. Uf. Ufo. Ufo heet hij. Je Ufo. noemt hem Uf. Ja, ja en zijn wedstrijd naam is Early Fantasy. En uh, ja, ik, op mijn vijftiende, waar, waar begon de podcast mee, misschien wel mooi om hem zo af te ronden. Uh, tot mijn vijftiende was ik altijd op de manege, dag en nacht. Hmm. Nou, en toen kreeg ik dat akkefietje met mijn ouders. Uh, ging ik helemaal rebelleren, kon tegen de krip. En heb ik ook de paardensport helemaal de rug toegekeerd. Hmm. Maar eigenlijk tot mijn veertigste. En op mijn veertigste dacht ik, maar wacht even, paarden was gewoon mijn liefde. Ja. En ja, ik zou geen dag meer zonder mijn paard kunnen bedenken nu. Nee, je gaat er iedere dag naartoe. Ja. Ja, dat is mijn vriendin. Soms om zeker was ze: wat ga je dan vandaan doen? Ja, poetsen. Oké. Okay. Maar dan even daarna rolt ze zich weer in de bij. In de en dan denk je: wat heeft dat poetsen nou voor zin gehad? Ja, om nou, dat... ik de, messie, de, de spieren. Masseren. Oh, de, de spieren moeten gaan zitten. Oké. Zou dat nog wat zijn? Een, een podcast over PAM. Die zijn er al veel, vele. Ja, heel veel, ja. heel veel. En, en daar heb ik ook niet genoeg kennis over. Okay. Ik ga wel een paar per week lesgeven aan kinderen om te rijden. Ja. Ja, leuk. Dus ik heb wel een opleiding gedaan nu voor paard en instructrice. Maar heb je dan nog wel tijd voor radio? Zeker, daar maak ik tijd voor. <laughs> ja. nee, maak je jij het wat voor tijdstip? Nee, wat ik al zei, het liefst 's middags. Ja, de middagshow. Ja. Ja. Kijk, wat hebben Maar het mag ook in het weekend, mag 's avonds, ja. mag s'nachts. nachts. Ja. En wat 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 gewoon even een logische vraag, wat trekt jou daar nog zo in dan? Is dat uit te leggen? Is dat misschien toch wat ik nog een tijdje gehad heb? Ik zal ze allemaal eens even een poepie laten ruiken, dat ik het nee. wel kan. Oh ja, nee, 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 nee. Ik denk gewoon dat ik daar dat dat voor mij wel weggelegd is. Dat dat wel dat dat mijn jas is in het leven. Mm. Um, en nogmaals, dat ik ook andere mensen daarmee kan helpen. Dat klinkt dan weer heel erg uh, altruïstisch, maar dat is wel zo. Je hebt iets te brengen. Ja. ja. Iets los te maken. Mm -hmm. Dus. Als, nogmaals en dat kan s ochtends eigenlijk het beste om tussen zes en zeven is natuurlijk eigenlijk het leukste om ja. dat te doen en waarom is dat eigenlijk ja, ik weet het antwoord dan maar omdat je het gevoel hebt dat er dat je met een groepje met met van vijf mensen zit Intimie, ja dit is intimie. Ja. je hebt geen dat er honderdduizend mensen aan het luisteren zijn nou dat hoopt u er maar wel op maar hè, ja. dat er meer dan vijf mensen luisteren. Ja. en dat gevoel dat is magisch hmm. um, nou, Dus ik ben, dat... ik ben er niet klaar ging dat formatje nooit tegenstaan eigenlijk. Ik zou bij 100% elding na drie weken gek worden. Weer André Hazes Junior rot op. Weer bluf. Nou als hij de studio binnenkwam werd ik echt heel gelukkig. Ja. Dat is vent. Nou een hele zoveel energie. Ja. Dat is ongelooflijk. Dan kwam hij altijd binnenrennen en dan pakte hij me vast en dan heb ik echt een kus op mijn wang. Ja. Oké, okay, dat was André Hazes. Uh, nee, dat format. Nee, daar kan ik eigenlijk wel mee leven. Maar ik kan met dat ik kan met heel veel formats leven. Ja? Ik kan ook hip-hop. vind ik fantastisch. Ja. Maar ik hou ook van uh, klassieke muziek. Oké. Okay. Want dat, het gaat je niet tegenstaan op een gegeven moment. Dat je denkt, weer YouTube. Nee, want ik denk als je uh, zeg maar office hours doet. Dat het veel lastiger is dan dat je een uh, drive time uh, programma maakt. Want wij hebben een relatietherapeut aan de telefoon. Office hours zeg je toch wat vaker over de muziek iets. Ja. Dus in mijn geval had ik daar geen last van, mee. Oké. Okay. We gaan lang, langzaam richting een afronding. Voel ik, voel ik aan. Heb je het warm? Nou, ik vond het, toch wel, ja? ik vond het toch wel spannend. Wat vind je er spannend aan? Nou ja, ja. Bang Wie, hoe je overkomt. Dat je, ben je bang dat je iets verkeerds hebt gezegd? Uh, nee. Oké. Okay. Nee, maar ik denk juist: daarom doe ik dit deze reeks ook zo graag. Ik denk dat het alleen maar in je voordeel kan werken. Nogmaals, ik vind social media en radio. Het is allemaal zo eendimensionaal. En vooral als je al een tijdje niet meer op de radio bent, dan gaan er verhalen. Uh, uh, rond van oh, die heb ik wel eens gehoord pet ik me nooit over mij ja die is altijd met idioten aan het bellen weet je dan hebben ze je twee keer gehoord en dan weten ze alleen die telefoongesprekken met Ivo of zo en dat noemen ze dan een idioot maar als ze me iets over je herinneren is het eigenlijk ja, al goed hè dat is waar maar de beslissing maakt de beleidmakers zullen we maar zeggen mm -hmm. die zouden toch wat bredere wie zouden ze zich eens mogen verdiepen in jou of in iemand anders. Dat is ook een van de redenen waarom ik deze reeks doe. Dat iemand zichzelf eens even kan presenteren. Ja, dat vind ik heel lief van je. Maar dan vind ik nog steeds dat bij mij de eindverantwoordelijkheid ligt om daadwerkelijk dus die demo okay. te sturen naar een Marco ja. Adriani, naar een Rob Stenders. Nou, maar toch vind ik. ik mag dat toch, ja, ik mag het even omdraaien. Ik vind het part of hun job ook dat ze scouten, dat ze kijken. Wie is waar in de leven ook? Want jij bent nu niet meer dezelfde, Patricia, als dat je was. ...toen je uh, sidekick was bij Jeroen, tien jaar terug nee, of zo, toch? ik ben wel veranderd, maar ja. het aard van het beestje is natuurlijk hetzelfde. Nee, maar je bent wel rijker, uh, uh, weet ik het, meer levenservaring. Maar ik zat naast Jeroen van Inkel. Ja, dat snap ik. Ja, ik, je kent hem. Ja, ik ken hem. Dus dat, en ook voor mij was dat icoon. Ja, daar kijk je tegenop. Ja, ja. en ik voelde met Barry bijvoorbeeld al veel meer dat ik dacht... ...ik kan veel meer mezelf zijn. Ik kracht. Ja, precies. maar zo'n jeukterm te gebruiken. Ja. <laughs> Gaan we nog een tas weggeven? Nee, jij krijgt van mij een bag dadelijk. Daar heb, ik, daar heb ik me de hele week op zitten Kun je er serieus een tas weggeven van mij? Ja, weet ik natuurlijk. Dat ja, mag. Ik heb er nog vijf liggen. Ja? ja. Want hoe heet het officieel? Stripper girl. Stripper girl. En misschien kun je nou even kort iets even. Het is toch even leuk, want ik ken ik ken voor de rest niemand bij de radio die zijn eigen tas heeft uitgebracht. Nou, het is een laptoptas voor vrouwen, omdat ik zelf een laptoptas wilde. Alleen maar zwart en bruin ja. en dacht ik ja, dan moet een leuk komen ja. de strik erop roos. En in, toen ik in Zwitserland woonde, had ik uiteraard wat meer tijd. En toen kon ik met de trein naar Florence uh, om dat op te zetten. En dat was, mijn, uh, dat was mijn journey. Maar uiteindelijk veel te duur, want die tassen zijn gemaakt in dezelfde fabrieken als uh, Louis Vuitton en Prada wow. en Gucci. Dus ik geloof dat de, de, de kostprijs van een tas was 127 euro. Dus die moest echt voor 500 euro plus verkopen. Ja, en dat segment, dat, 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 dat ben ik dan ook weer niet. Nee. Dus dat is een beetje een stille dood eigenlijk. Maar dan moeten, we, dan moeten we die tas niet gaan weggeven. Ik ga kan er toch geen tas van 500 euro. Ja, gaan maar weggeven? ik heb er nog 50 liggen in de kelder. Okay. Dus met alle liefde. Zeg maar wat je wil. Nee, nee bij deze. Oké, okay. uh, hoe kunnen mensen met jou in contact komen? Het is net een radioprogramma. Ja, ja. Nou, uh, Instagram bijvoorbeeld. Laat het dan ook even commercieel ja. zijn. Patricia van Liemt op Instagram. Ja. Um, en dan een van de mensen die jou vanaf nu gaat volgen op Instagram krijgt zo'n tas. Ja, dan, ik dan moet wachten. Ja, maar dan, gaan we, dan moeten we iets meer. Iets, iets meer. Ja? Iets meer. Uh, Dan moet ze ergens antwoord op geven. Nou, uh, wat zullen we doen? Nou, iets met je verjaardag misschien. Oh ja, weet nog wat mijn, de datum van mijn verjaardag ja. is. Dat is een goede. Ja, even DM je via Instagram naar Patricia van Liemt. En hoe ziet zo'n tas eruit? Alleen maar rozen? Nee, 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 ja, nee. Ze zijn echt fucking mooi. Ja. Ja, nee, er zit een printje op. Ik heb er drie verschillende. Eentje, er staat op Free All Circus Animals. Op de andere staat: wat moet Lady Die doen? Omdat ik haar altijd een toonbeeld vond van, uh, van goed. En die andere die is uh, Ros, Knols. Oké. Okay. Dus... En we gaan, we gaan hem weggeven, die uh, Free All Circus Animals. Want daar ben ik nog steeds heel erg voor vechter van. Oké, okay, duidelijk. En als er nou radio-mensen zitten te kijken die wel eens wat met je zouden willen. Uh... <laughs> radio maken? Ja? ja? LinkedIn, zit je daar ook op? Ja, zeker, uitgebreid. Oké. Okay. Ik weet ook nog wel dat ik met Jeroen een programma aan maken was. En toen zei ik: uh, ja, LinkedIn. Dat jongens, ja, ik heb geen LinkedIn-programma. Of een uh, programma, <laughs> geen LinkedIn. En toen dacht ik echt, ja. oh ja, ja, echt maar zo fucking groot ben je ook inderdaad. Ja, hij heeft dat niet nodig. En wij, gewoon stervelingen, we moeten gewoon een LinkedIn, wij in. Moet op LinkedIn. Dus ik heb absoluut een LinkedIn. Ja. Oké, okay, daar ben je ook te vinden. Ja. Wil je nog iemand goed doen? Uh, nou, aan mijn vader. Oh ja. Wat lief. Ja. En uh, die volgt jou natuurlijk op de voet. Zeker, zeker. En nogmaals, uh, die vond radio altijd maar niks. Radio was geen carrière, zeker mm -hmm. niet voor een meisje. En later kom je er wel op terug. Waarom niet je moeder? Omdat hij overleden is. Ja, dat, dat was ik al bang voor. Ja. Hoe lang geleden? Uh, twee jaar. Nee. Oeh, ja. Kort nog. Zeker. En dat was ook in de tijd van 100% Nou, Oh, dat kwam dus... allemaal even tegelijk. Ja, ja, ja. ja. Was uh, was was pittig. Is pittig. Is dat misschien een reden? Want ik heb laatst iemand geïnterviewd die op jonge leeftijd zijn ooms was kwijtgeraakt, zijn vader, en die, die ging echt maximaal alles uit het leven halen. Ja. Heeft, heeft dit jou een soort duw gegeven van. En nu ga ik er ook voor, want ik weet niet hoe lang me nog gegeven is. Of? Nou ja, zeker. Maar ik ben mega hypochonder. Echt? Ja, echt. Nou, en dat gaat zo, hè? Dat de ene keer dan denk ik, oh nee, ik heb echt kanker. Oh nee, Jezus, bloed En de andere keer denk ik, oh nee, stel je iets aan. Maar dat geeft mij wel een drive om, om heel veel te doen. Ik doe ook heel veel. Ik bedoel, ik heb mijn vaartwijs gehaald. Ik heb mijn E achter B gehaald. Uh, je mag met trailer rijden. Ik mag nu een trailer ja. rijden. Ik ga mijn paardrijstrategie in het privé halen. Ja. Dus ik ben altijd bezig met van die losse cursusjes. Omdat ik denk, ik moet gewoon het leven grijpen bij ja. ze ballen weet Maar wat je energie heb jij ook, joh? Ja. Wat slik jij? <laughs> Nou, uh, je ik, ik, ik heb magnesium geslikt vanochtend. Oh, je leeft gewoon gezond, hè? Ja. Nou ja. nee hoor, helemaal niet? niet. Nee, wat denk jij toch wel niet? Nou ja, maar, maar ja, je ziet het toch gewoon... Ja, maar dat is... Dat is, nou, ik bedoel, ik, is ik, aanleg. ik. Softens, is ik neem ik gewoon Max? een kop koffie. Ik neem gewoon een toastje met jam. Lekker een Engels ontbijt. Ja? vind ik heerlijk. Ik ben geen fit girl. Nou, maar ik, ik rijd veel paard. Nou, ja, dat, en ik beweeg ja. veel. En ik sport links en rechts wat. Mm. Nou, dan, dan komt het wel goed. Lekker. En gewoon na s'avonds, na acht uur... Intermittent fasting. Niet eten. Ja? Okay. Nee, niet intermittent vasten, geloof ik niet. Maar gewoon na acht uur niks meer eten. Ook een goede tip van Patricia van Liemt. We <laughs> gaan je leeftijd niet meer noemen. Dat moeten mensen maar zelf opzoeken. 42,5. Hapa. Hey, boem. Altijd een half jaar jonger dan Sylvie Meis. Ja? Lekker. Ja. Ik je <laughs> toch... Sylvie Meis of... Uh... <laughs> ik, ook. Ik, heb, ik zit even te denken of we niet iets vergeten zijn. Vast. Kom ik nog een keer terug. Dat is goed. Uh, misschien nog tips voor andere mensen. Want je zegt in vormgeving podcast. Wel, luister je Dit Was De Radio ook? Nee, maar zou ik okay, eens luisteren. dat is leuk. Andere dingetjes, want jij luistert best wel veel podcasts. Je laatst had je een top 5 bespreekbuis ingeleverd. Ja. Kun je die nog even opnoemen? Ja, dat was nog... ook die paarden, paardenpraat. Ja. Maar dat, daar moet je van houden. Uh, pff, ik weet niet eens wat ik heb ingeleverd. Oh ja, uh, Mindfully Happy. Dus Engels. Ja, maar zij heeft zo'n fijne stem. Ja. En zij heeft allemaal verschillende lengtes. Dus 5 minuten, 20 minuten. En er is er eentje, en die wel een beetje een zware titel. Die heet Awakening from Pain. Maar die doe ik zeker drie keer per week. Oortjes in, ga ik liggen en dan val ik in slaap. En dan ben ik helemaal weer... Uh, moet Leuk, eigenlijk he? niet natuurlijk, met meditatie. Maar ik val in slaap. En dan uh, ben ik weer helemaal het, uh, het fruitje. En de Headspace-app, staat die ook op je telefoon? Nee, nee maar daar moet je voor betalen volgens mij. En ja, dan ben ik weer zo'n scripo. Nee. dat ik het niet doe. <laughs> dat ken <vind> ik. <laughs> ja. nee, voordat we nu alle apps gaan bespreken die op je telefoon staan... dat kan allemaal nog wel een andere keer. Leuk dat je hier naartoe wilde komen. Ja, dankjewel. Ik vond, uh, ik vond het een... een, een uh, toch Wel een leuk gesprek, omdat ik jou natuurlijk de laatste jaren alleen maar ken via je columns. En Verrassend hè, dat ik dan toch. Blijk... Nee, maar dat weet ik. ik. Ik heb 15 jaar ooit een keer met jou gegeten en ik weet gewoon dat jij een lieve man bent. Ik dus... ben nog een keer met Nicole, mijn toenmalige vriendin, bij jou op een feestje geweest. Ja, wat was dat alweer? Was gewoon thuis volgens mij. Ja, was je toen net getrouwd of zo? Of? Iets in die richting, ja. Dat ja. Was een groot feest hoor. Ja, Volgens mij was het volgens mij de afterparty van jullie, uh, jullie huwelijk. Of oh, dat zo. zou kunnen. Ga ik eens bij de vragen. Ja. Ja. Nee, maar dat, ik vond het heel erg leuk. En bedankt en lief dat je ook zo meedenkt. En uh, ja. ik hoop dat ik mezelf een beetje normaal gepresenteerd. Maar dit uh, is het. Mijn ervaring is, als je straks in de auto zit, dan gaat je hoofd allemaal. Oh, wat heb ik toch allemaal gezegd? Soms bellen mensen letterlijk op. Hè? Vooral ook bij Leven zonder stress. Dan ja. zit hier iemand als een soort guru en dan belt hij de auto op. Nee, zet het niet online. Wat heb ik allemaal gezegd? Dat is normaal, je hoofd gaat hier van alles omheen verzinnen. Omdat we ook zo lang gepraat hebben met, ja. met elkaar. Maar neem van mij aan, je hebt niks verkeerds gezegd. Dit, dit kan niet anders dan. Uh, nou goed uitpakken. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel.